Goedenavond allemaal. Welkom hier vandaag op de dag van de Ode aan de Zorg. Ongetwijfeld versoepelingen die net zijn besproken tijdens de persconferentie. Op de dag dat wij de artsenavond presenteren hier live vanuit het Groene Hart Ziekenhuis. Speciaal voor huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en medisch specialisten. Vanavond komen we erachter welke artsen dit jaar nieuw zijn gestart in het ziekenhuis of in de regio. We lichten een heel leuk netwerkzorgproject uit, een eerste lijns gynaecologie spreekuur. En we leren van een gastspreker hoe we goed voor onszelf kunnen zorgen tijdens deze drukke tijden. Voor de mensen die mij niet kennen, mijn naam is Marloes Braber. Ik ben coördinator externe zorgrelaties in het Groene Hart Ziekenhuis. En dat is een afdeling die zich bezighoudt met de samenwerking tussen ziekenhuis en verwijzers. Een belangrijk aandachtspunt van ons werk is het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek. En dat is iets wat vanavond ook zeker aan bod gaat komen. Op dit moment zitten bij mij aan tafel Johan Stakenburg, huisarts in Bleiswijk en voorzitter van Medius. René Boeren, specialist ouderengeneeskunde en directeur behandeling en zorg van de divisie geriatrische revalidatie van Zorgpartners. Welkom. Dank je. En Jeannette van Linder, een kinderarts en voorzitter van Vereniging Medische Specialisten. Fijn dat jullie er zijn. Dank je wel. Voordat we echt van start gaan, wil ik toch nog graag wat praktische zaken delen met de online kijkers. Allereerst te beginnen met de chat. Die chatfunctie is er, dus gebruik hem alsjeblieft goed. Zodat we deze avond ook een beetje interactief kunnen houden. De vragen komen bij mij hier binnen op de laptop en ik probeer ze gewoon zoveel mogelijk te behandelen. Dan belangrijke opmerkingen aangaande de accreditatie. Er zijn twee accreditatiepunten te verdienen vanavond. Het is dan wel heel erg belangrijk dat je na afloop van deze avond de vragen beantwoordt van de posttoets. En de accreditatie is aangevraagd voor medisch specialisten huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. De link voor deze toets wordt ongeveer 1 of 2 dagen na afloop verstuurd. En dan de camera aan. Het is heel erg fijn als we jullie ook kunnen zien. Dan hebben we een beetje beeld bij voor wie we deze avond organiseren. Dus mocht die nog niet aanstaan, zet hem alsjeblieft aan. En misschien kunnen we alvast eventjes een kijkje nemen. Kijk, we zien al heel veel mensen in beeld, dus dat is superleuk. Ja. Nou, welkom allemaal. Ja, heel leuk om te zien. En na alle praktische zaken is het dan gewoon tijd om af te trappen. Zoals ik al vertelde, tijdens de artsenavond stellen we de nieuwe artsen die zijn gestart in deze regio voor. En het lukt natuurlijk niet om iedereen hier de studio in te halen. Dus we gaan dat deze keer live proberen, de nieuwe artsen in te bellen. Dat gaan we dus via een live verbinding doen. Dus Johan, Jeannette en René, nogmaals welkom. Dankjewel. En voordat we de artsen gaan voorstellen, wilde ik jullie graag de gelegenheid geven om jullie achterban misschien wel even toe te spreken. Jeannette, mag ik bij jou beginnen? Ja, tuurlijk. Nou, het afgelopen jaar is het natuurlijk weer enorm hard door iedereen gewerkt. En helaas heeft de coronapandemie ons echt nog niet verlaten. Zeker vorig jaar niet. Nu zien we voorzichtig de cijfers wat afnemen. In het ziekenhuis is het duidelijk rustiger met de patiënten. Maar we zien om ons heen allemaal onze collega's of in quarantaine zitten of zelf besmet zijn. Wat maakt dat toch de druk op de zorg nog steeds enorm hoog is op dit moment. Opschalen, afschalen in de reguliere zorg, alles ten bate van corona. En het is echt een pittige tijd geweest, echt een uitdaging. En dat is het nog steeds. En het heeft gewoon heel veel gevraagd van iedereen. We hebben de patiënten meer op afstand begeleid, telefonisch, digitale consulten, sneller terugverwezen naar de huisarts, die daarmee toch ook weer het nodige van ons te verwerken kreeg. Ook de VVT heeft zeker zijn aandeel daarin bijgedragen.
Maar het heeft toch ook wel sommige projecten die we al opgestart waren versneld. Dus ik denk dat het niet alleen maar negatief is, maar zeker toch ook wel wat positieve dingen gebracht heeft. En ja, enorm respect voor iedereen, hoe hard gewerkt is, maar ook hoe de huisartsen en de verpleeghuizen ons enorm geholpen hebben om de druk die we hadden mee te helpen opvangen. En nou ja, ik denk wederzijds zijn we elkaar absoluut beter leren kennen. Andere processen die versneld gegaan zijn, de advanced care planning. Dat zijn allemaal kleine voorbeelden waar we denk ik met z'n allen heel trots op zijn dat we dat voor elkaar hebben gekregen. En heel veel dank allemaal hiervoor, voor jullie harde werk. Helaas zijn we er nog niet, maar stiekem durf ik toch een klein beetje licht te gaan zien. Mooi. Nou, dankjewel Jeannette. Johan. Ja, dankjewel Marloes. Ja, het is zeker een bewogen jaar geweest, 2021. En dat was 2020 ook al, dat zei ik vorig jaar eigenlijk ook. Ja, het respect wat Jeannette al eerder uitsprak namens de verwijzers naar het Groene Hart. Ja, ook is dat wel wederzijds. Want het ziekenhuis heeft maar bol moeten krijgen om de zorg af te schalen. Weer op te schalen, weer af te schalen en weer op te schalen. Een stukje inhaalzorg te doen. Allemaal met toch wel korte lijnen en veel overleg. Wekelijks met de verwijzers of de stakeholders om het ziekenhuis. Daarvoor wil ik graag mijn respect uitspreken. Dat ook het ziekenhuis heeft moeten meebewegen met alle maatregelen rondom het corona-verhaal. Chapeau. Ik vind het echt een prestatie. De komende tijd, als je net zei het al, zullen we nog wel te maken hebben met corona. Het wordt nu nog even wat rustiger. Maar ik denk dat we toch moeten denken aan een soort harmonica, soort van vorm. Waarbij we moeten opschalen, afschalen en moeten schakelen met de pandemie. Ik denk dat ook nog inderdaad met een afnemend aantal, met de toename van de krapte op de arbeidsmarkt, laat ik het zo zeggen, we moeten kijken hoe we die zorg te lijf kunnen en hoe we alle zorg kunnen bieden die we moeten bieden. En ik denk dat er maar één oplossing is en dat is die zorg gezamenlijk bieden. Dus wat dat betreft heb ik daar goed vertrouwen in dat goed moet komen en zie ik met vertrouwen uit naar een samenwerking in de toekomst. Oké, mooi om te horen. En mooi ook dat wederzijds respect wat hier wordt uitgesproken. René, wil jij nog iets met ons delen? Ja, nou ja, bij het respect sluit ik me sowieso aan. Het COVID heeft onze regio echt al behoorlijke tijd in de greep. Net als de rest van ons land en de wereld zelfs. Tot op de dag van vandaag vraagt dat enorm veel inspanning en flexibiliteit van ons allemaal binnen de keten. Het heeft ons heel veel dilemma's gebracht, zowel logistiek als medisch, maar ook ethisch. En we zijn er nog niet. En toch vind ik het eigenlijk wel leuk om vanuit daar weer vooruit te kijken. Het woord perspectief wordt tegenwoordig vaak genoemd. En daar, ik denk dat dat goed is dat we dat ook een beetje proberen te zien. En ja, het zou toch mooi zijn om te kijken naar de fase waarin COVID endemisch wordt. En we weer kunnen gaan werken aan de samenwerking om te kijken naar hoe we de ouderenzorg in de regio beter kunnen gaan neerzetten. Want we hebben enorme boost ervaren binnen die samenwerking en die zouden we natuurlijk graag weer ten dienste stellen van die ontwikkeling. Juiste zorg op de juiste plaats, maar net zo belangrijk het voorkomen of beperken van zorg- en behandelvraag. Door vroeg signaleren van functionele achteruitgang bij complexe medische, maar ook zorgproblematiek. Dus eigenlijk niet alleen juiste zorg op de juiste plek, maar ook de juiste expertise op het juiste moment. En wat mij betreft zou het enorm mooi zijn als we die inhoudelijke overwegingen die we met elkaar steeds hebben gemaakt rondom bijvoorbeeld triage, hè, in het triageoverleg voor Code Zwart, dat we dat soort overwegingen ook veel meer zouden kunnen meenemen in onze dagelijkse praktijk en in onze samenwerking. Want ik ben ervan overtuigd dat we daarmee zorg en de zorg binnen de keten nog een enorme boost kunnen geven. En daarmee ook de kwaliteit en de doelmatigheid ervan. Oké, ja, mooie woorden. En dus jij geeft er eigenlijk aan die intensieve samenwerking die we hebben gehad in COVID-tijd. Zou je graag daarna ook gewoon willen voortzetten? Ja, daar verder willen bouwen. En verder uitbouwen. Ja, verder willen bouwen. Ja. Oké, nou helder. Dank jullie wel. We zijn toe aan het voorstellen van de nieuwe artsen. In beeld zijn als het goed is de artsen die het afgelopen jaar zijn gestart. Even te beginnen met de medisch specialisten.
Nu zouden wij hen heel mooi op een scherm hier te zien krijgen. Het scherm hier is uitgevallen en ik heb gezien dat hij zichzelf heeft uitgeschakeld. Als iemand op het knopje kan drukken dat deze monitor aangaat, kunnen we meekijken. Want we vonden het natuurlijk wel leuk om de nieuwe artsen live de studio in te halen. En misschien zijn ze er ook al wel, maar zien wij ze gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Ondertussen wordt er even gerommeld aan het scherm. Of het is nu code zwart. Nee, nou, dat zou kijk, wat zijn. Iedereen is in beeld. Wat een beeld zeg. 50 man. Zo, we zien in ieder geval alle deelnemers in beeld. Dus dat is leuk. Wat leuk. Iemand met een hele mooie rode koptelefoon op. Die valt bij mij eventjes op. Ja, hi. Ja. Hey, Margrietje. Wat leuk. Bekend gezicht van jou? Dat is onze Margriet Lenen. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, maar we zien ook, we hebben ook Helene Fischer klaarstaan. Dus die kunnen we de studio inhalen. Misschien is het wel leuk zij zichzelf even voorstelt. Ja, Helene, goedenavond. Je bent mijn directe collega. Wat goed. Maar wellicht kan je jezelf even heel kort voorstellen. En ik heb natuurlijk altijd wel weer een vraag voor iedereen. Wat is jouw grootste nachtmerrie? Code zwart. mijn naam is dus Helene Visser. Inmiddels in november 2020 begon in het Groene Hart Ziekenhuis. Ik ben algemeen kinderarts met aandachtsgebied kinderlongziekte. Dit jaar ben ik 10 jaar kinderarts. Ik heb hiervoor in meerdere ziekenhuizen gewerkt en ook een periode in het buitenland. Mijn opleiding heb ik in het Groene Hart Ziekenhuis gedaan. Dus ik ben weer terug op het thuisvonk. Kijk, leuk om te horen. En ook even live zo'n nieuw gezicht in de uitzending. Nee. Ik weet niet of er nog iemand zich heeft gemeld inmiddels. Volgens mij zag ik Gijs in het scherm. Gijs, je bent geen vader geworden of is dat... al gebeurd. Want je zou misschien er niet zijn vanavond. Nee, dat klopt. Ik ben Gijs Fortri overigens. En mijn vriendin is inmiddels 39 weken zwanger. Dus het kon zijn dat ik niet aanwezig kon zijn. Maar het is toch allemaal rustig. Ik ben internist-nefroloog. Ik ben afgelopen oktober begonnen hier in het Groene Hart Ziekenhuis. Eerste baan ook. Dus nog redelijk vers uit de schoolbanken. Ben opgeleid in de regio Rotterdam, kom zelf uit Zeeland. Mijn interesses liggen met name bij het acuut nierfalen, maar ook de transitie van acuut nierfalen naar chronisch nierfalen en hoe die patiënten het best begeleid kunnen worden. Ik werk inmiddels nu dus een aantal maanden met veel plezier in het Groene Hart. En jouw grootste nachtmerrie? Dat zou denk ik niet code zwart zijn, maar dat ik denk ik permanent mijn smaak zou verliezen. Ik ben een enorme fan van eten en drinken. Ik denk als ik niet meer zou kunnen proeven, dan is er weinig meer voor mij om mijn plezier uit te halen. Oké, okay, nou goed om te horen en welkom dan in onze regio Midden-Holland. Kijken of er nog nieuwe specialisten zijn die we kunnen oproepen. Nog even niet, het is hard werken achter de schermen. Techniek draait op volle toeren. Geke Schaap, daar hebben we nu verbinding mee. Een van onze nieuwe psychologen, Geke. Hallo, ik ben Geke Schaap, GZ-psycholoog. En ik werk sinds oktober op de medische psychologie. En daarvoor heb ik 5 jaar in een verpleeghuis gewerkt. En daarvoor mijn GZ-opleiding in GGZ praktijk, basis GGZ, specialistische GGZ gedaan. En nu met veel plezier in het Groene Hart Ziekenhuis. Voornamelijk het neuropsychologische onderzoek op dit moment. Okay. En heb je ook een nachtmerrie? Altijd te weinig slapen. Nou, leuk. Welkom, Geke. Dan gaan we door naar Joris Blok, een van onze vaatchirurgen. Joris, welkom. Kun je jezelf even voorstellen? Ja, ik ben gemute. Ja, goedenavond. Mijn naam is Joris Blok, vaatchirurg dus. Ik ben 1 november begonnen in het Groene Hart.
opgeleid in Den Haag in het Westeinde en daarna fellowship gedaan in Arnhem en de Rijnstaten. En nu dus ja, met veel plezier een aantal maanden bezig in Gouda. Oké, nou, hartstikke goed. Welkom. Wil je nog weten, Jeannette, wat zijn nachtmerrie is? Ja, ik wil nu van iedereen een nachtmerrie weten. Oké. Nou, mijn nachtmerrie, dus over kinderen die geboren worden gesproken. Ik ben net vader geworden van een zoontje, tweede kind. En ja, nachtmerrie is toch wel dat hij nooit door gaat slapen. Want de nachten zijn toch wel behoorlijk kort geworden. Dus maar goed, het gaat wel langzaam de goede kant op. Oké. Nou, sterkte met die gebroken nachten. Dankjewel. Nou, daar hebben we nog een aantal op het lijstje staan. Dionne van Kessel, die kunnen we nu de studio inhalen. Ja. Hi, goedenavond. Hoi, goedenavond. Mijn naam is dus Dionne van Kessel. Ik ben 1 oktober begonnen als cardioloog in het Groene Hart Ziekenhuis. En ik ben opgeleid in het Sint-Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein. Dus eigenlijk een andere regio. En heb daar ook een fellowship gedaan, cardiale beeldvorming. Dus dat is ook mijn aandachtsgebied. En daarnaast heb ik me tijdens mijn opleiding en daarna verdiept in de effecten van chemotherapie op het hart. Dus ook daarmee zijn we voorzichtig nu ook al aan het samenwerken met de internist-oncoloog in het Groene Hart. Dus erg naar mijn zin tot nu toe. Leuk. En heb jij nog nachtmerries of slaap jij heerlijk? Nou nee, want ik heb een zoontje van 6,5 maand. En ook die slaapt nog niet door. Dus ik denk dat ik me aansluit bij de nachtmerrie van Joris. Ik voel aan dat dit de avond van de klagende jonge ouders gaat worden. Waar ik me overigens bij kan aansluiten hoor. Maar nou ja, even kijken of er nog andere nachtmerries zijn. Maar leuker nog, zijn er nog andere medisch specialisten? Loes Vrolijk staat voor ons klaar. Loes, kom er maar in. Ja, goedenavond. Mijn naam is Loes Vrolijk. Ik ben internist-infectioloog. Ik ben opgeleid in het LUMC en deels in het Westeinde ziekenhuis in Den Haag. En een tijdje in Kaapstad, in het Grote Schuurziekenhuis. Als infectioloog houd ik me graag bezig met verantwoord antibiotica gebruik. En daar denk ik ook altijd graag in mee. Ja, en als het gaat over mijn nachtmerrie... Ja, ik heb onwijze hoogtevrees. Dus ik denk dat dan toch iets te maken heeft met hoogte en vallen. Oké, nou vooral niet doen, zou ik zeggen. Welkom. Even kijken of er nog andere medisch specialisten zijn. Er zijn er 13 gestart dit jaar. Maar Joosje Peters staat nu ook voor ons klaar. Onze psychiater, ja. Joosje. Hallo, hi. Mijn naam is Joosje Peters, ik ben psychiater. En ik werk sinds 1 juli in het Groene Hart Ziekenhuis. Hiervoor werkte ik in de GGZ bij Joes in Utrecht. Met name met jongvolwassenen en ouders met jonge kinderen. Ik ben opgeleid in het AMC. En ik werk in het Groene Hart 3 dagen. Op maandag, donderdag, vrijdag. Met name de poppoli doe ik en ook een poli algemene ziekenhuispsychiatrie. En in de middag vooral de consulten. En jij kan al je nachtmerries zelf bestrijden, denk ik. Precies, ik heb nergens meer last van. Maar we hebben ook een hele loop slapeloze nachten. En, maar mijn grootste nachtmerrie is denk ik een dag zonder iets te doen. Geen enkel plan, een hele lege dag, daar kan ik niet tegen. Oké. Nou, die zal je vast niet snel tegenkomen, denk ik, die lege dagen. Dank je wel. Het was ook de laatste medisch specialist die live de uitzending binnenkomt. Dan gaan we nu naar jou, Johan, want er zijn toch ook een aantal nieuwe huisartsen gestart in de regio. Zeker. En ik weet niet of ze op het scherm zullen verschijnen. Vast nou, wel. Ik ga even jou aankijken. Dus we kijken in die camera. We hebben er 4 om ons heen. Er staan 3 op het lijstje. En de bovenste, dat is Ingeborg Rozenboom. Maar die heb ik vorig jaar ook al aangekondigd. Nou, bij deze nog een keer in de praktijk bij collega Voskamp in Waddinxveen. Ja, omdat ze mij de opleiding heeft gedaan, wil ik haar graag nog een keer noemen. Daar staan ze. Dan Manon Migo, werkt bij collega Raas in Oudewater. En tot slot Mieke van den Broek, die werkt samen met de praktijk met collega Akkoedat in gezondheidscentrum Stolwijk. Dat waren de nieuwe huisartsen in onze regio. Eigenlijk maar 2. Ja,
Oké, nou dat is niet zo heel veel. Maar René, ik heb begrepen dat er bij Zorgpartners helemaal geen nieuwe specialisten ouderengeneeskunde zijn gestart. Hebben jullie daar zo'n vaste club of hoe zit dat? Ja, nou inderdaad, dit keer geen nieuwe specialisten ouderengeneeskunde, maar een hele fijne en stabiele club. En hopelijk komend jaar wel weer wat nieuwe aanwas nog. Oké, want er staan wel vacatures open, zeg maar. Of zijn die altijd welkom? Eigenlijk zijn ze altijd, staan ze altijd wel open. Maar er zijn, we hebben ook wel mensen die er aankomen. Dus verheugen we ons op. Ja. Oké, hartstikke goed. Jeanette, Johan en René, ik wil jullie hartelijk danken voor jullie bijdrage tot zover. Johan, nog een vraag voor jou. Jij kent onze bestuurder Lodewijk de Beukelaar best goed, heb ik begrepen. Ja, het klopt. Je zou maar verdwalen in het centrum van Gouda. Een café binnenstappen en hem daar tegenkomen. Ja, dat klopt. Dat is gewoon gebeurd. Ja, absoluut. Nou. En volgens mij heb je ook mijn collega Kitty Schuurweers gezien. En bestuurder Dick van Duin van Zorgpartners. Ja, van Zorgpartners. Nou, laten we eens kijken hoe dat ging. Prima. Nou, welkom heren. Fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Nou, terugkijken. Het was 2021 een behoorlijk pittig jaar. Dat heeft ongetwijfeld invloed gehad op jullie en jullie organisaties. Hoe gaat het met jou, Johan, en met je achterban? 2021, ik kom er nog steeds van bij. Als ik terugkijk naar een jaar geleden, toen ik hier zat, althans toen we het hadden over 2020, keek ik terug naar een jaar en hoopte ik in 2021 op minder beperkingen, meer vrijheid, geen anderhalve meter. Voor iedereen eigenlijk. En het tegendeel werd waar in 2021. De regels werden alleen nog maar strakker, moeilijk na te volgen. En het beleid had zo'n effect dat bijna de dagelijkse praktijkvoering moest worden aangepast aan wat er werd uitgeroepen. Daarbij kwamen de vaccinaties. Dat was voor de huisarts, als ik even kijk als huisarts, niet als bestuurder, een hele lastige periode waarin we dagelijks te maken kregen met een ander beleid, andere vragen. Ontelbare telefoontjes, veel onduidelijkheid ook bij de patiënten. Dus dan zit je zelf met onduidelijkheid bij patiënten. Dat geeft boosheid, irritatie, agressie. Aan de telefoon, ook aan de balie. Dat is zelfs ook wel wat leidend tot polarisatie. Ik moet zeggen, het is een bijzonder zwaar jaar geweest. Ik heb enorm veel bewondering voor de inventiviteit en de creativiteit en de flexibiliteit waarmee iedereen het wiel heeft moeten uitvinden en alsnog de zorg heeft moeten doen met vaccinatie als wat heeft moeten gebeuren. Het is gelukt, maar wel dankzij de enorme flexibiliteit van alle collega's. Ik wil daar mijn enorme bewondering voor uitspreken. Als bestuurder vond ik het lastig om toe te kijken hoe iedereen het wiel zelf moest uitvinden. Ik vond het echt moeilijk, want we hadden niet de mogelijkheid om iedereen daarin, naar mijn gevoel, goed genoeg te kunnen ondersteunen. Ja. Maar goed, dankzij jullie inzet is het gelukt. En hebben we het met z'n allen gemaakt tot een succesvol 2021, denk ik. Dat we dat wel mogen zeggen. Ja. Mooi, mooie woorden. Dick, hoe was de situatie bij Zorgpartners? Nou, wij begonnen 2021 vrij hectisch. Zorgpartners heeft 16 locaties. En in 2020 waren er 12 daarvan waren grote besmettingen geweest. En we begonnen in 2021 met de laatste vier uiteindelijk ook grote uitbraken. Met enorme gevolgen. Gelukkig zijn we medio februari, maart begonnen met vaccineren. Dat hebben we samen gedaan met de huisartsen, met Medis. Waarbij we vrijwel al onze cliënten hebben kunnen vaccineren. Dus zowel de cliënten die vallen onder de medische verantwoordelijkheid van de huisartsen, als die vallen onder onze eigen behandeldienst. En het gevolg daarvan was is dat we nu heel weinig uitbraken zien. Zo af en toe zie je een cliënt met een besmetting, maar dat is dan vrij snel is dat weer over. Ja. Dus dat is wel een heel groot voordeel daarvan. Daarnaast hebben we ook al onze mensen alweer geboosterd. Dus we zijn alweer aan de derde vaccinatie hebben we rondgemaakt. Maar waar we ons dan op gericht hebben is eigenlijk op de bewegingsvrijheid van onze cliënten om die te vergroten. Want dat was nog wel een dingetje. Daar hebben we natuurlijk wel van geleerd vanuit het jaar 2020 bij de eerste uitbraak. Maar goed, het blijft toch beperkingen. Ja. En wat wel zorgen blijft baren is het aantal zieken wat we hebben onder onze personeelsleden. Het is een enorm beslag gelegd daarop. Ja. En wat we nu zien, of mensen zitten in quarantaine thuis, of ze zijn ziek, of ze hebben nog de naweeën vanuit de eerste coronagolf. Ja, pittig hè? Ja.
Zie jij parallellen in het ziekenhuis, Lodewijk? Ja, veel. Veel is al gezegd door de collega. 2021 is een lang jaar geweest. Het is een marathon geweest, de tweede, derde golf. Daar begonnen we natuurlijk 2021 mee. Toen een paar maanden van relatieve rust en daarna de vierde golf. Ik moet wel zeggen, het ziekenhuis is in staat geweest. En dat is echt de flexibiliteit van iedereen die er werkt. Het is ongelooflijk om redelijk veel patiëntenzorg te leveren. Om redelijk veel, dan druk ik me nog voorzichtig uit. Eigenlijk vrij veel. En dat is iets om heel trots op te zijn en om dat ook goed te benadrukken. Maar het is een lang jaar geweest, dat klopt. Ja. Nou, het is wel duidelijk, hè? COVID heeft dus ook in 2021 eigenlijk nog wel een grote impact gehad. En het virus zal, zoals jullie ook al zeiden, nog wel even in ons midden blijven. Daarom is het ook wel belangrijk om nog even verder te kijken naar waar de focus ligt het komende jaar. Dick, hoe is dat voor zorgpartners? Kijk, het is net wat je zegt, hè. COVID is nog niet weg en zal voorlopig ook niet weg zijn. Maar wat we wel zien is dat die zorgvraag in Nederland en ook in onze regio enorm verandert. Het aantal ouderen neemt alleen maar toe. Terwijl de arbeidsmarktproblematiek ook alleen maar toeneemt. Want er zijn steeds minder medewerkers die ook in de zorg terecht kunnen. Dus dat is een enorme uitdaging die we met elkaar hebben te volstaan. En gelukkig hebben we daardoor ook weer iets moois opgericht, te weten gedeelde zorg. Waarin we met de samenwerkingspartners in de regio dit proberen te gaan beslechten. Om dat in kaart te brengen. En dat doen we dan over drie lijnen. Dat doen we dan over de acute lijn, over de chronische lijn en over data-uitwisseling. Dat is in zijn algemeenheid. Als ik kijk voor zorgpartners waar wij ons op gaan richten, is met name te kijken naar het hele opleidingsaanbod. Om die zorgvraag te kunnen bieden, zullen we ook daarin iets moeten doen. En dan kunnen we niet meer in bestaande patronen blijven opleiden, maar moeten we naar andere dingen kijken. Derde punt wat ik wil noemen is, een positief punt is dat ook, dat we gaan kijken naar onze verbouw en nieuwbouw van de locaties de komende jaren waar we met druk bezig zijn. En als laatste zullen we, en daar ben ik heel erg voorstander van, om de samenwerking tussen Groene Hart en huisartsen, maar ook andere partners, maar met name de samenwerking tussen onze specialist oudergeneeskunde en de medisch specialisten van het Groene Hart ziekenhuis nog meer te versterken om die doorstroming te verbeteren. Ja. Fijn om ook de positieve dingen te benadrukken en daarna te kijken. Deze tijd. Ja, absoluut, absoluut. Johan, waar ligt bij Medius de aandacht? Ja, dank je. Ook wij gaan onverminderd door. We gaan onze groep hard maken voor Advanced Care Planning, welke al een begin heeft gemaakt, maar welke we nog willen verbeteren. Meer tijd voor de patiënt. Vergoeding voor teleconsultatie met de specialist is iets waar we ons willen gaan inzetten. We willen ook de huisarts gaan ondersteunen in het verder digitaliseren. Want er is nog een hele grote digitaliseringsslag te maken. Zo ook in het ziekenhuis, wat dat betreft, is er genoeg te doen. Onder de huisartsen. Ja, en natuurlijk wat Dick al zei, gedeelde zorg. Daar gaan we graag in mee. We zullen alleen door samen te werken, denk ik, niet alleen voor de COVID, maar voor elke vorm van zorg, door samen te werken, efficiënt bezig zijn, kunnen denk ik voldoen aan de zorgvraag met een krapte in de arbeidsmarkt. Voor wat betreft het Groene Hart Ziekenhuis zijn we heel blij dat we een bijdrage kunnen leveren in de planning van de opschaling of het terug opschalen van de zorg, de inhaalzorg. Daarnaast, Lodewijk zal er straks misschien iets meer over zeggen, zijn we ook blij deel te mogen nemen aan de stuurgroepen die het Groene Hart Ziekenhuis sinds dit jaar heeft opgestart, eind vorig jaar. Kortom, met vertrouwen zie ik tegemoet. Maar ik denk dat vooral samenwerking de oplossing is om de zorg te kunnen dragen met z'n allen. Mooi, dankjewel. Lodewijk, waar gaat het Groene Hart zich op richten? Nou, dankjewel. Om te beginnen, wij zijn en blijven het ziekenhuis van en voor de regio, het regio Groene Hart. Daarin leggen we accenten op de oncologische zorg, de acute zorg, de oudere patiënt en de infectieziekte. En daar zit natuurlijk ook de verbinding met COVID-19, hè, wat we als een blijvertje zien. En Johan die gaf de voorzet al. Wij hebben het afgelopen jaar ons strategisch beleid opnieuw bepaald. En dat leidt er ook toe dat wij drie grote strategische thema's zien waar we de komende jaren op willen investeren. Dat is de juiste zorg op de juiste plaats, zorginnovatie en e-health en patiëntparticipatie. En daar hebben we dus die stuurgroep op staan met inbegrip van bestuurders van Medius.
De juiste zorg op de juiste plaats gaat ons helpen om die zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Maar ook om plaats te houden, in ons geval dan in het ziekenhuis, voor de mensen die die zorg echt nodig hebben. Dat doen we natuurlijk niet alleen met huisartsen, maar ook met zorgpartners en fundus. Zorginnovatie en e-health. Ook de term digitalisering is er net al gevallen, van links en van rechts. Daar hebben we echt nog ruimte om de zorg beter en mooier en ook kwalitatief beter te organiseren. En last but not least, die patiëntenparticipatie. Johan had het al over advanced care planning. Nou, dat is een belangrijk thema in patiëntenparticipatie. Maar waar het om gaat is dat we die patiënten zo vroeg mogelijk en zo volledig mogelijk betrekken en blijven betrekken bij de besluitvorming van de zorg, de zorgverlening. En gedeelde zorg, de vereniging die we hebben opgericht, die gaat ons echt helpen in de samenwerking op die drie thema's die beide collega's al genoemd hebben. Acute zorg, chronische zorg en digitalisering. Dus daar heb ik heel veel vertrouwen in. We merken dat de afstand in de regio tussen de zorgaanbieders kleiner wordt. En dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst. Ja, nou, mooie woorden allemaal. Mooie aandachtspunten ook. En nu we er toch zijn, laten we vooral proosten dan op 2022. Lijkt me goed plan. En op de goede samenwerking. Proost. Dank voor je komst. Nou, leuk om even te kijken naar die toast. We hoorden het net al in de video en ook al eventjes aan tafel. Het afgelopen jaar werd maar weer duidelijk hoe groot de veerkracht van alle zorgprofessionals is. En tegelijkertijd neemt de werkdruk alleen maar toe. En dat brengt gewoon de nodige uitdagingen met zich mee. Op de werkvloer, maar misschien ook thuis, omdat de werk-privébalans verstoord is of omdat je werk mee naar huis neemt. En we hebben een spreker uitgenodigd die ons gaat vertellen hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Want door goed voor jezelf te zorgen, kun je ook goed voor je patiënten zorgen. Zoals ik al zei, we hebben een spreker uitgenodigd. Zijn naam is Juriaan Galavasi. Welkom, Juriaan. Juriaan is huisarts. Daarnaast is hij ook coach en auteur van het bestsellerboek Van Klacht naar Kans. En Juriaan, voordat ik jou het woord geef, nog één keer een oproep aan de mensen thuis. Mocht je vragen hebben voor Juriaan of wellicht nog een vraagje naar aanleiding van het filmpje net, stel ze gerust. Dan proberen wij ze hier in de uitzending te behandelen. Dus Juriaan, ik geef graag het woord aan jou. Dankjewel. En voordat we naar de hele concrete tips gaan, wil ik je eigenlijk iets vragen. En misschien ken je dat je 's ochtends vroeg opstaat en dat je bij jezelf denkt, weet je wat, ik ga er vandaag een fijne dag van maken. En dat dan nog geen 24 uur later je opnieuw in je bed stapt en dat je bij jezelf denkt van, wow, wat is hier gebeurd? Dit was te heftig, het was te zwaar, het was niet zoals ik het me had voorgesteld. En dan kan het natuurlijk zijn dat je bij jezelf denkt van, nou, dat heb ik niet zo. Dat ik denk van, nou, ik ga er vandaag eens een fijne dag van maken. Maar gebeurt het dan wel eens dat je bij jezelf denkt van, weet je wat? Ik ga er vandaag een lekkere, waardeloze dag van maken. En waarschijnlijk niet. En ook dan, nog geen 24 uur later, stap je in je bed en kijk je terug op de dag. En denk je van, wow, wat heeft hier plaatsgevonden? Dit was te druk, te heftig, te stressvol. Niet zoals ik het bedacht had. En dan stel ik je een andere vraag. Wie is de belangrijkste persoon in jouw leven? En misschien denk je dan met je hoofd van, ja, dan zou ik moeten zeggen, ik ben de belangrijkste persoon in mijn leven. Maar is dat daadwerkelijk zo? Of vind je eigenlijk dat misschien je kinderen de belangrijkste persoon zijn in jouw leven? Of misschien je partner, je vader of je moeder? En hoewel dat heel logisch lijkt, heb ik een nieuwe vraag voor je. En dat is, bestaat jouw leven zonder jou daarin? En daarop is het antwoord uiteraard nee. Want jouw leven bestaat niet zonder jou daarin. Met andere woorden, het is hetzelfde als de stewardess die in het vliegtuig staat in het gangpad met allemaal drukke bewegingen wat jij zou moeten doen op het moment dat het vliegtuig neerstort. En dat zij zegt, op het moment dat de zuurstofmaskers naar beneden komen, doe hem dan eerst bij jezelf op en dan pas bij je kind of bij je partner. Waarom? Omdat jouw kind er niks aan heeft als jij voor gaas in het gangpad ligt. Dus de belangrijkste persoon in jouw leven, dat is de persoon die zit op de plek waar jij nu zit.
En hoe kan het dan dat je 's ochtends vroeg met de belangrijkste persoon in jouw leven de afspraak maakt om er een fijne dag van te maken en dat nog geen 24 uur later je op hebt gegeven aan de belangrijkste persoon in jouw leven? Dat is toch gek? Waar onderweg heb je je verbinding met allerlei gedachten en gevoelens belangrijker gemaakt dan de verbinding met jezelf? En dat ligt eigenlijk ten grondslag aan een simpel principe waar we allemaal mee te maken krijgen. En ik zal het je laten vertellen aan de hand van een tekening. En op het moment dat jij geboren wordt, dan mag jij helemaal jij zijn. Daar hoef jij niks voor te doen. Okay? Dus alles zit erop en eraan. 2 armen, 2 benen, 10 vingers, 10 tenen. En je mag het helemaal doen op jouw manier. Maar al heel snel merk je dat de manier hoe jij jezelf gedraagt, dat invloed heeft op hoe je omgeving op jou reageert. Als jij rustig in je bedje ligt en, zoals we eerder hebben gezien, je slaapt door, dan zijn je ouders heel erg tevreden. Maar op het moment dat je de hele nacht maar doorjammert en begint te huilen, dan reageert je omgeving daadwerkelijk anders. Dus je beseft al heel snel dat er regels zijn. En behalve dat er regels zijn, is het eerstvolgende wat je gaat doen, is dat je je er eigenlijk naar gaat gedragen. Dus je gaat je gedrag aanpassen aan de regels in de hoop daar gezien, leuk, lief en aardig gevonden te worden. En op het moment dat jij jouw gedrag gaat aanpassen en je gaat dat keer op keer herhalen, dan wordt jouw gedrag een gewoonte. En op het moment dat je jouw gewoonte iedere dag opnieuw weer gaat herhalen, ja, dus je staat 's ochtends vroeg op, je zorgt eventueel voor de kinderen als die er zijn, je neemt je ontbijt, je gaat naar je werk. Aan het eind van de dag ga je misschien langs de supermarkt, je komt thuis, je kookt voor jezelf en daarna werk je misschien nog wat en je kijkt nog Netflix of op je mobiele telefoon, gaat weer naar bed en de volgende dag sta je weer op. Dan wordt deze gewoonte, dat wordt langzaamaan, ja, eigenlijk degene die je bent of die je denkt te worden, je identiteit. Of je image. En dit is waar het misgaat. Want dat is niet wie je daadwerkelijk bent. Je kan het vergelijken met op het moment dat jij helemaal gek bent van de voetbalclub. En dat je het helemaal voelt alsof jij die voetbalclub bent. Je ruikt, proeft, ademt, leeft je voetbalclub. Dat is natuurlijk hartstikke gaaf, vooral als ze winnen. Maar op het moment dat ze verliezen en het voelt alsof jij die voetbalclub bent, wie verliest er dan? En op het moment dat jij je identificeert, misschien met de auto die je rijdt, en er komt een deuk in je auto of er komt een kras op, wie wordt er dan beschadigd? En zo hebben we allemaal onze identiteit. Zo heb je ook je identiteit als dokter. En heb je naast misschien de witte jas die je aangetrokken hebt en waar je naamplaatje op staat, met daaronder de functie die je hebt, staan er ook nog een heleboel onzichtbare stickers op deze jas, waarvan jij vindt, of waarvan je omgeving vindt, dat jij eraan zou moeten voldoen om een goede dokter te zijn. Of misschien wel om een goed mens te zijn. Maar dat is niet wie je bent. Het zijn concepten, het zijn ideeën, het is niet de waarheid. En zo hebben we allemaal rollen in ons leven. Je hebt ook een rol als zoon of als dochter of als vader of als moeder of als vriend of als vriendin of als collega. En heb je allemaal ideeën aangereikt gekregen vanuit je opvoeding, vanuit je opleiding, vanuit de maatschappij, hoe jij je zou moeten gedragen om een goede man, vrouw, dochter, zoon, vader of moeder of collega te kunnen zijn. Maar nogmaals, dit zijn ideeën. Het zijn programma's, het zijn concepten. Het is niet wie je bent en jij mag helemaal volledig zijn wie jij bent. Je mag het doen op jouw manier. Op het moment dat jij daadwerkelijk heel veel rekening houdt met hoe de buitenwereld naar je kijkt en wat anderen van jou vinden, of je wel een goede dokter of een goed persoon bent, met wie hou je je dan bezig? Ja, waar ben je dan op gericht? En dan is je aandacht vooral gericht op de buitenwereld. Je bent vooral gericht op wat alle mensen van jou vinden. Nu ben je bij je vader, nu ben je bij je moeder, nu ben je bij je schoonouders, nu ben je op je werk, nu heb je te maken met de patiënt, nu heb je te maken met een andere patiënt. En zo stem je dus de hele dag af
op al die mensen die jij in jouw omgeving hebt. Nou, hoeveel energie denk je dat dat gaat kosten? Nou, dat kost onwijs veel energie. Dus stel nou dat je je zou gaan richten op de belangrijkste persoon in jouw leven. Met jij. Met hoeveel personen heb je dan te maken? Dan heb je alleen nog met jezelf te maken. En zou dat je meer of zou dat je minder energie gaan kosten? En dat gaat je op den duur absoluut minder energie kosten. Dus hoe zou het zijn als je als het ware een soort breekijzer zou zetten in al die lagen die je zorgvuldig hebt opgebouwd, in de hoop je identiteit maar in stand te houden, en dat je daar een soort breekijzer in zet, zodat er weer wat licht kan schijnen op de persoon die jij bent. En dat is natuurlijk een spannende plek. En heel vaak, en daar worden we ook op afgerekend als dokter, dat jij er vooral op goedgekeurd wordt, of afgekeurd, als jij de patiënt maar zo snel mogelijk en zo kundig mogelijk van zijn klacht afhelpt. Maar stel nou dat je lijf daadwerkelijk slimmer is dan je hoofd. En dat daar waar je met je kop geen nee meer kan zeggen, dat je lichaam het voor je gaat doen. Dan zou het wel eens een waardevolle vraag kunnen zijn door jezelf de vraag te stellen: wat zou mijn lijf me eigenlijk willen vertellen? Waar zeg ik nog steeds ja in mijn leven, terwijl ik eigenlijk nee zou mogen zeggen? Waar zeg ik nog steeds nee, terwijl ik misschien wel ja zou mogen zeggen? Kortom, wat zou ik mogen veranderen in mijn leven, zodat het weer goed en kloppend is voor mij? En de melancholiek in het verhaal is dat je als dokter vanuit de allerbeste intentie komt. We hebben het niet over de intentie. Die komt vanuit de meest zuivere en liefdevolle plek. En dat als iemand bij je komt met heftige maagklachten, dat je die misschien een pil geeft en dat die pil helpt. En die pil die helpt zo goed dat die persoon weer in staat is om zijn pad te vervolgen. Terwijl het misschien wel het pad is dat hem of haar ziek maakt. Omdat het te heftig is in zijn privéleven. Of dat die persoon eigenlijk niet het juiste werk doet wat daadwerkelijk goed en kloppend is voor hem of voor haar. En dus kan het soms wel eens heel erg waardevol zijn om de ander, en het kan een patiënt zijn, maar het kan ook een collega zijn. Het kan ook je partner zijn of je kind. Om die even te houden op de pijnlijke plek, zodat die zijn of haar onderzoek kan doen om te kijken van: goh, wat zou mijn lijf me hier nou eigenlijk willen vertellen? Wat zou ik mogen veranderen in mijn leven, zodat het weer goed en kloppend is voor mij? En jij als dokter bent natuurlijk, je zit al je energie, al je kennis en al je kunde in om de patiënt maar goed, zo goed mogelijk te helpen. En als je dat ook nog eens een keertje vermengt met het gedachtegoed dat je vooral de ander op de eerste plek hebt te zetten en daarna pas jezelf, dan heb je eigenlijk alle ingrediënten in huis om heel langzaamaan de verbinding met jezelf te verliezen. En diep van binnen weet je dat er iets niet klopt. En toch ga je maar door. Waarom? Nou, iedereen die doet het zo. Dus er zal wel iets goeds in zitten, toch? En iedere keer dat je van diep binnen voelt van, hier knaagt iets, dan voel je dat met een ongemakkelijke manier in de vorm van pijn of boosheid of frustratie of spanning. En dat zijn eigenlijk de momenten dat je weer in contact komt met wie je daadwerkelijk bent. Maar dat is zo onaangenaam dat we daar eigenlijk binnen no time weer vandaan willen. En in deze maatschappij, waarin we 24/7 de mogelijkheid hebben om afgeleid te kunnen worden. En dat kan zijn door een goed gevulde koelkast. Dat kan zijn door heel hard te sporten. Dat kan zijn door heel hard te werken. Dan hebben we allerlei mogelijkheden om die lastigheden niet te voelen. En daarmee verbreken we iedere keer weer de mogelijkheid om daadwerkelijk een verandering in beweging te kunnen brengen. Dus op het moment dat jij daadwerkelijk gaat doen wat goed en kloppend is voor jou, dan is dat een hele spannende plek. Want het zijn meestal die dingen waarop jij al je veiligheid hebt opgebouwd. Wat precies de dingen zijn die eigenlijk veranderd zouden mogen worden. Dus hoe ga je daarin goed voor jezelf zorgen? En dat is een spannende plek. En naar mijn idee ben je een kostbaarheid. Zeker in jouw beroep en in het vak wat je uitoefent. En heb je de mogelijkheid om heel veel mensen heel goed te begeleiden. En jij kan het meeste van jouw kostbaarheid tot expressie brengen op het moment dat jij 100% jij mag zijn. En dus niet 60%, niet 70%, ook niet 80%. Nee, 100%
jij. Zodat je op die manier 100% van jouw kostbaarheid kan overdragen aan de mensen om jou heen. En daarom is het van belang dat je jezelf op de allereerste plek zet. En dat je daarmee een belangrijk voorbeeld kan geven, maar ook een hele belangrijke inspirator kan zijn voor de mensen om jou heen. Dat was wat ik wilde vertellen. Nou, heel mooi. Dankjewel, Julia. Nou is natuurlijk de vraag hoe dan, maar misschien komt dat vanzelf aan bod. Ja, heel goed. Nou ja, ik zou zeggen, kom gezellig bij mij aan tafel zitten. Er zijn nog geen vragen binnengekomen van de kijkers, maar ik heb er zeker wel een aantal voor je. Want ja, het is herkenbaar. Hè? Iedereen holt de dag door van kinderen naar werk, eten, koken, nou, noem maar op. En jij geeft eigenlijk aan van ja, blijf gewoon heel dicht bij jezelf. Maar ja, hoe kun je dat nou praktisch doen? Want Je moet toch naar je werk, je moet toch die patiënt zien. Ja, en hier zeg je eigenlijk wel iets heel moois. Want je zegt dan, oké, je moet dat doen. En ik zeg dan, nee, je moet hier helemaal niks. Maar je betaalt voor iedere keuze een prijs. Dus jij bent degene die kiest. En natuurlijk kun je zeggen van, oké, nee, ik kies ervoor om naar mijn werk toe te gaan. Ja, daar betaal je dan een prijs voor. In de vorm van dat daar bepaalde verantwoordelijkheden en verplichtingen liggen. Maar ook daarin heb je weer een keuze. En je kan er ook voor kiezen om te zeggen van, nou, ik ga niet 5 dagen werken, maar ik ga 4 dagen werken. Of misschien nog wel minder. Of je gaat je werk op een andere manier inrichten. Je gaat bijvoorbeeld later beginnen. En ook dan betaal je een prijs. En dan misschien wel de prijs dat je collega's daar iets van gaan vinden. Dat je beoordeeld of misschien wel veroordeeld wordt. Maar je gaat hoe dan ook een prijs betalen. Dus ga je ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk je identiteit als dokter wil behouden? En is de prijs die je betaalt dat je eigenlijk een beetje opgeeft aan jezelf? Of zeg je van oké, ik wil in verbinding blijven met wie ik ben. En de prijs die ik dan betaal is dat mensen daar misschien niet van gaan vinden. En heel vaak denken we, zeker in deze maatschappij, van goh, wat levert nou het meeste op? Dus wat geeft het beste resultaat? Wat is het beste compromis? En in dit soort gevallen, waarbij je voor belangrijke keuzes in je leven kan komen staan, waar grote consequenties aan vastzitten, dan kan het echt heel waardevol zijn om het 180 graden om te draaien en jezelf de vraag te stellen, welke prijs wil ik eigenlijk betalen? En dan wil het niet zeggen dat het opeens heel veel makkelijker wordt, maar het wordt wel heel veel helderder welke keuzes je dan eigenlijk zou moeten maken. En ja, dan kan het heel spannend worden. En dan is het waardevol om daar dus even bij stil te staan. En dat is eigenlijk de tweede tip om te zeggen van oké, hoe doe je dat dan? Nou, door in ieder geval 's ochtends, maar ook regelmatig over de dag heel even stil te staan. Misschien wel je ogen te sluiten en bij jezelf te denken van goh, hoe gaat het eigenlijk met mij? Ben ik nog op koers? Ben ik nog trouw aan de belangrijkste persoon in mijn leven? En ben ik ook nog trouw aan hoe ik mijn dag wilde beginnen? Dus stilstaan is altijd de oplossing. Ja, oké. Dus gedurende de dag ook eventjes momentjes van rust inbouwen. En even nadenken van, is het nog wel hoe ik mijn dag wilde beginnen? Dat is eigenlijk wat je zegt. Ik pak even een stap. Ja, is goed. Zeker. Ik zie ondertussen al wat reacties binnenkomen van thuis. Dus nou, hartstikke goed. Die chatfunctie die werkt. Ik heb in ieder geval een reactie van Annette Lievensen. Die reageert mooi. Dankjewel voor je verhaal. Dus ik denk ook wel dat het raakt. En ik heb een vraag van, interessante vraag wel, van Esther Schep de Ruiter. En die vraagt, is dit nu meer vrouw-eigen, denk je? Nou, ik vraag me af hoe ze die vraag bedoelt. Ik denk dat zowel mannen als vrouwen gaan regelmatig ver over hun grens heen. En vaak over hun grens heen omdat ze het belangrijk vinden om toch gezien, gewaardeerd of erkend te worden. Of heel erg goed hun werk te doen. En daarin eigenlijk continu over hun eigen grens heen te gaan. Alleen, vrouwen hebben daar in die zin een groter loyaliteitsgevoel. Dus die vinden het doorgaans heel erg belangrijk dat er harmonie blijft. Dat iedereen met de neus dezelfde kant op kijkt. En dat op die manier de sfeer en het goede contact behouden blijft. En ik noem dat eigenlijk de giftigheid van harmonie. Want op het moment dat je de harmonie wil behouden en vooral loyaal wilt zijn, is de prijs uiteindelijk dat je dingen gaat doen die je eigenlijk niet zou willen. En daarmee word je eigenlijk onbetrouwbaar.
Want je bent niet meer oprecht naar jezelf toe. En mannen die kunnen hetzelfde hebben, alleen die verdoezelen het en die hebben veel meer mogelijkheden om afwijkingen en uitdagingen te zoeken in de vorm van nog harder werken en daar hun prestaties en een goede gevoel uit halen. Dus mannen zoeken doorgaans veel meer in de prestatiedrang en die gaan gewoon door totdat het echt helemaal leeg is en zelfs dan willen ze het nog niet toegeven, want dat is niet in lijn met hoe zij vinden hoe een echte man eruit zou moeten zien. En ondertussen verbreken ze dus de verbinding met zichzelf. En vrouwen die doen dat dus vaak meer vanuit een richting van oké, ben ik wel een goede moeder? Ben ik wel een goede partner? Ben ik wel een goede dokter? In de zin van word ik wel lief, leuk en aardig gevonden worden? Maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde. Namelijk dat je opgeeft aan de belangrijkste persoon in jouw leven. En dat je dat diep van binnen voelt, maar eigenlijk niet aan wil kijken. En ondertussen knaagt het van binnen, vreet het energie en ja, dan ga je daar aan de onderdoor. Ja, dus zowel mannen en vrouwen gaan die grens over. Ja. Maar ja, de een gaat er wat anders mee om dan de ander, zeg jij. En we scheren nu wel even voor het gemak iedereen over en kam, hè, mannen en vrouwen. Maar, tuurlijk, er zijn wisselingen, maar vrouwen zijn over het algemeen wat sneller bereid om echt in de spiegel te kijken en te kijken van, goh, wat zou ik hier kunnen doen? En mannen die gaan eerder gewoon langer door, omdat ze, ja, nou, wat ik zei, ze halen hun prestatiedrang heel snel uit andere dingen. Ja. Waarmee ze eigenlijk hun gevoel van welbevinden afhankelijk maken van externe zaken. Ja. En dan bevind je je op glad ijs. Je vertelde mij laatst, ik heb jou 2 weken geleden geloof ik gesproken. Toen vertelde je mij, ik was praktijkhoudende huisarts. En jij vertelde me ook van, en nu heb ik geen patiënten meer, zeg maar, eigen patiënten meer, eigen ingeschreven patiënten noem je dat, geloof ik. Kun jij mij vertellen wat die weg daartussen is geweest? Oké, nou, daar kunnen we een heel programma van maken. Maar, in grote lijnen? In grote lijnen. Uiteraard, ik dezelfde dokter als velen zich misschien zullen herkennen. Dus dat ik had een praktijk van 3000 patiënten. Ook ik werd geleefd door mijn agenda. Ik dacht dat ik tussen de middag vrij zou hebben, maar er kwamen er toch visites tussendoor. Als ik al kon lunchen, dan deed ik het misschien in de auto of misschien wel helemaal niet. Aan het eind van de dag dacht ik dat ik klaar was en er kwam er toch nog 1 patiënt tussendoor. Of je moet toch nog naar de huisartsenpost. Kortom, ik werd ook geleefd. En op een gegeven moment was dat een combinatie met het thuis ook minder goed ging. En langzaamaan werden daar alle poten onder mijn stoel vandaan gezaagd. En in het proces waarin ik daar weer uit opkrabbelde, zag ik opeens van oké, heel veel mensen die bij mij komen met een bepaalde klacht, die komen niet voor de klacht waarvoor ze komen. Die klacht is hooguit een symptoom van iets anders wat daaronder ligt. Namelijk dat ze het niet naar hun zin hebben in hun relatie, of dat het niet goed gaat in hun werk, of dat ze andere dingen doen waarin ze continu over hun grens heen gaan en niet daadwerkelijk doen wat ze zelf zouden willen. Dus toen heb ik het omgegooid, heb ik omgevormd naar een groot holistisch centrum. En daarin ben ik steeds meer mensen langzaamaan gaan coachen op dit vlak van oké, als je lijf nou daadwerkelijk slimmer is dan je hoofd, wat zou het je dan willen vertellen? En echt meer dan, ik denk wel 99, eigenlijk wel 100% van de mensen weet wat ze in essentie liever anders zouden willen. Maar dat het gewoon te spannend is. Omdat het knaagt aan al hun zekerheden en die dingen waar ze hun vertrouwen aan ophangen. En daar begeleid ik mensen eigenlijk in om juist op die spannende plek te blijven. En daarin te wachten en niet weer in allerlei reflexen te schieten. Want heel veel van onze acties zijn er natuurlijk op gericht vanuit het verlangen om zo snel mogelijk van een lastigheid af te komen. Datzelfde gebeurt in als we onze patiënten begeleiden. We willen ze zo snel mogelijk van de lastige plek afhalen. Terwijl het juist zo waardevol is om daar even te blijven, te wachten, te onderzoeken. En dan van daaruit, vanuit nieuwsgierigheid, een nieuwe stap te zetten. Nou, dat stuk is geleidelijk aan steeds beter gaan lopen, waardoor ik op een gegeven moment alleen nog maar mensen gedurende een uur zag. En nou, daar vandaan is het merk Dr. Julian verder ontstaan. En begeleiden we mensen om zich mentaal en fysiek weer fit en gezond te voelen vanuit dit gedachtegoed, om eigenlijk de onderliggende programma's waarop je geprogrammeerd bent, om die te gaan veranderen. Of op zijn minst ter discussie te stellen en op tafel en in het licht te zetten. En uiteindelijk besloten om de praktijk van de hand te doen. En
ja, nu staan we hier. Dus ik heb geen patiënten meer op naam. Ik zie nog wel heel veel mensen met huisartsgeneeskundige klachten. Maar die bereid zijn en die ook de moed hebben om daar op een andere manier naar te kijken. Ja, oké. Okay. Dus mooi. Een hele ommezwaai voor jou, denk ik, die je hebt gemaakt. En het werkt volgens mij goed voor jou. Even kritische vraag dan van mijn kant. Ja, dat, als alle huisartsen in de regio Midden-Holland dat gaan doen, hebben we denk ik ook een probleem. Of... geen idee. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Wat ik wel kan zeggen is dat ik door... ik ben 15 jaar huisarts geweest op een vrij reguliere manier. In de laatste 5 jaar dat ik het op deze manier doe, heb ik echt... heb ik persoonlijk het gevoel dat ik meer bijdraag aan de gezondheid van de mensen dan in die 15 jaar ervoor. En dat zegt niks over de intentie van de dokters. Maar het is alles gericht op de tijd en de aandacht die ik nu mogelijk kan geven aan de mensen die ik daarin begeleid. En kijk, natuurlijk, er zullen ook heel veel dokters zijn die zeggen van ja, maar ik vind het andere stuk heel fijn. En gelukkig maar, dat is ook goed. En ik denk dat iedere dokter voor zichzelf mag gaan kijken van oké, waar ligt mijn hart nou eigenlijk? En in plaats van dat we... is het goed als ik de flip over nog even gebruik? Want dan kan ik, ik laten zien wat... Ja hoor, ja. De denkfout waar we vaak in zitten is als volgt. En op het moment dat je geboren wordt, dan heb je een bepaalde vrijheid. En stel dat dit kader is. En dan ga je op een gegeven moment ga je naar de basisschool. En dan wordt je vrijheid iets verder beperkt. En vervolgens ga je naar het voortgezet onderwijs. En dan krijg je nog meer regels. En dan wordt je vrijheid nog iets verder beperkt. Vervolgens ga je studeren. Krijg je allerlei regels, concepten, ideeën over hoe de gezondheidszorg eruit moet zien. En hoe je vooral een goede dokter bijvoorbeeld zou kunnen zijn. En wordt je vrijheid nog iets verder beperkt. In sommige gevallen ga je misschien een huwelijk aan. Wat als het goed is je vrijheid verruimt. Maar voor heel veel mensen is het ook zo dat het eigenlijk hun vrijheid nog verder beperkt. Misschien komen er nog kinderen. En dat stukje waarin jij je vrijheid hebt wordt steeds kleiner. En daarbinnen probeer je nog een beetje je vrijheid te creëren. En daarmee wordt dus langzaamaan je vrijheid, terwijl je denkt dat die groter wordt met allerlei certificaten en opleidingen. Dat je daarmee vrijheid vergaart. Is de praktische uitkomst eerder dat het je vrijheid juist steeds verder beperkt. En dat het als een korset gaat voelen en je bijna geen adem meer kan halen. Nou, in mijn beleving is het waardevol om jezelf als vertrekpunt te nemen en van daaruit te kijken van oké, wat wil ik nou eigenlijk en hoe zou ik mijn werk uit willen oefenen? Wil ik wel om 8 uur beginnen? Of zou het voor mij veel beter zijn als ik om 10 uur begin, zodat ik 's ochtends kan sporten, wat tijd aan mezelf kan geven, misschien rustig mijn kinderen naar school kan brengen en dat ik misschien wat later doorwerk? Het kan van alles zijn. En op het moment dat je dan jezelf, als je dat helder hebt, kan je kijken van oké, kan dat binnen dit kader? En als het niet binnen dit kader kan, maar dan daarbuiten. En heel vaak hebben we dus dat we uitgaan van een bepaald vast concept. De gezondheidszorg zit zo in elkaar en zo moet het plaatsvinden. En ik ben er een groot voorstander van om te gaan kijken van oké, wat zou ik nou willen? En hoe zou het voor mij goed werken, zodat ik 100% van mijn kostbaarheid kan overdragen aan de mensen om me heen. En zo op die manier het beste kan begeleiden. Hoe zou ik dat willen? En hoe ga ik dat dan vervolgens vormgeven? Dus... Ja, ik snap je uitleg. Ik zat wat dat betreft misschien wat in de kaders van hoe we de gezondheidszorg in hebben gericht. Nou, dat zou waardevol zijn, omdat gewoon niet dat het per se moet. Maar en ook niet dat het huidige bolwerk, zeg maar, dat per definitie slecht is. Nee. Maar als we daaraan vast blijven houden en dat als uitgangspunt nemen, ja, dan wordt het heel krampachtig. En mij heeft het onwijs veel opgeleverd door te zeggen van wow. Weet je, ik wil helemaal niet om 8 uur starten. Ik wil gewoon rustig mijn dag kunnen beginnen. En een ander verlangen van mij was ook dat ik niet 30 patiënten op een dag wilde zien. Ik wilde eigenlijk gewoon 4 of 5 zien. En daar al mijn tijd en aandacht aan kunnen geven. En inmiddels is het zo dat ik zie maximaal 3 mensen op een dag. Als het even kan, dan rijd ik tussendoor nog paard. Ik heb een paar vrije dagen in de week. En dat betekent niet dat ik heel weinig werk. Want ik heb nog steeds een werkweek van misschien wel 60 uur. Maar het voelt niet meer als werken.
En dat is eigenlijk een mantra van mij geworden. Dat ik zeg van ja, zodra het op werken begint te lijken, dan moet ik ermee stoppen. Of dan moet ik op zijn minst iets gaan veranderen. Ja. En ik geloof er heel erg in dat je doet wat je verkondigt. Dus voor mij was het zo, voordat ik ook dokters daarin ging begeleiden, dat ik dacht van oké, ik heb het eerst hier zelf te doen om te kijken van oké, waar loop ik dan tegenaan? En dit is dus niet een sprookje. Dit is iets wat voor iedere dokter mogelijk is, mits je bereid bent om een prijs te betalen. Want je gaat hoe dan ook een prijs betalen. En als je nu denkt van ja, dit geldt helemaal niet voor mij, want ik heb het hartstikke naar mijn zin en het werkt in mijn gezin, het werkt in mijn werk en ik heb energie over en tijd over. En dit is precies zoals ik het bedacht had toen ik 12 jaar was en een grote droom had. Ja, dan moet je het vooral zo houden. Maar op het moment dat je ook maar ergens denkt van ja, heel veel werkt, maar een klein stukje ook niet en ik zou het gaaf vinden als dat anders kan, dan is het waardevol om dat op tafel te leggen en daarnaar te gaan kijken. Ja. Nou, dankjewel. Ik denk dat dit wel stof tot nadenken kan geven. Je hebt ook wel wat handvatten gegeven waar je morgen eventueel al mee zou kunnen beginnen. En als de stappen wat groter zijn die gezet moeten worden, ja, dan gaan we dat niet nu in een half uurtje natuurlijk eventjes voor elkaar krijgen. Maar wat ik zei, het geeft stof tot nadenken. Ik weet dat jij mij in het gesprek dat we hebben gehad gezegd hebt van je hoeft niet per se mijn boek te promoten. Dat hoeft helemaal niet. Maar toch ga ik eventjes nog een keer jou de titel van het boek noemen. Van klacht naar kans. Want mocht je geïnspireerd zijn geraakt, dan kun je misschien dat boek nog een keertje lezen. Want ik zie eigenlijk dat er verder geen vragen zijn binnengekomen. Oh, even kijken. Wat misschien waardevol is om te benoemen, we doen één keer in dezelfde tijd, kan je op de site terugvinden, doe ik een mastermind voor artsen. Er zijn 6 artsen dan, dat gaat via Zoom nu nog. En daarin coach ik in 1,5 uur 6 artsen stuk voor stuk als ze ergens tegenaan lopen in hun leven. Dat is verder heel vrijblijvend. Maar wel vaak een hele inspirerende avond, want je zal je herkennen in heel veel collega's. In wat zij noemen en anderen zullen zich weer herkennen in jou. Dus dat is hoe dan ook een vruchtbare avond. Oké, nou, dus dat is ook nog een mooie tip. Julian, onze tijd zit er gewoon op. Dus we stoppen met praten over dit interessante onderwerp. Je krijgt van ons nog een aandenken mee. Heb ik hier staan. Nou, wat lief. Dankjewel. Met allerlei producten hier uit de regio. Dus die is voor jou. Super, dankjewel. En wellicht dat we elkaar nogmaals gaan zien. Dankjewel. Dankjewel voor de mogelijkheid. Ja. Gaan wij verder met het volgende onderwerp. Dat gaat over netwerkzorg. We gaan een heel interessant netwerkzorgproject uitlichten straks. Het eerste lijns gynaecologie spreekuur. Maar er zijn nog veel meer projecten die we in het kader van het organiseren van de juiste zorg op de juiste plek in gang hebben gezet. En we hebben eigenlijk even een overzicht gemaakt van wat we de afgelopen periode allemaal gedaan hebben. Dus daar zou ik graag naar willen kijken. In het Groene Hart Ziekenhuis werken we aan het zo efficiënt mogelijk organiseren van de zorg. Dit doen we in het programma FIT. Daaronder vallen veel projecten gericht op het slimmer organiseren van de zorg. Binnen de muren van ons ziekenhuis, maar ook in samenwerking met onze partners in de zorg, zoals met huisartsen. Dat onderdeel noemen we netwerkzorg. In deze video komen we meer te weten over de stand van zaken van onze netwerkzorgprojecten. Daarvoor ga ik in gesprek met Tjarda Scheltens. Zij is 20 jaar huisarts geweest en is nu medisch directeur bij Medius, de huisartsenorganisatie in de regio. Daarnaast is zij lid van de werkgroep Netwerkzorg. Hierin worden alle projecten tussen de eerste en tweede lijn besproken. Tjarda neemt ons mee in de laatste ontwikkelingen. Maar voordat ik bij haar aanschuif, gaan we eerst even terug naar de basis. Want waarom moet de zorg eigenlijk efficiënter georganiseerd worden? Om in het ziekenhuis complexe zorg te kunnen blijven leveren, nu de zorgvraag stijgt, is het belangrijk om te kijken welke zorg in het ziekenhuis kan plaatsvinden en welke zorg buiten het ziekenhuis, dicht bij de patiënt. Bijvoorbeeld bij de huisarts, de specialist ouderengeneeskunde of bij de paramedici. In de werkgroep Netwerkzorg denken we na over hoe we verwijzingen naar het ziekenhuis kunnen voorkomen, de behandeling in de eerste lijn kunnen verbeteren of hoe er eerder terug kan worden verwezen naar een zorgprofessional in de eerste lijn. Want laagcomplexe zorg kan in veel gevallen ook in de huisartspraktijk geleverd worden.
Huisartsen en medisch specialisten bekijken daarom samen hoe de zorg anders kan worden georganiseerd. Tijd om Charter Schelters te bezoeken en uit te zoeken wat we nu eigenlijk allemaal al bereikt hebben. Gaan jullie mee? Hoi Charda, fijn dat je even tijd voor ons vrij wilde maken om het met ons te hebben over netwerkzorg. Heel graag. Voordat we het gaan hebben over wat jullie allemaal al bereikt hebben, is het misschien leuk om even te vertellen wie er allemaal in de werkgroep zitten. Ja, zeker. Uiteraard huisartsen, huisartsen van ons bestuur, maar ook huisartsen gewoon uit de praktijk die betrokken zijn en kritisch. Kaderhuisarts, gynaecologie. En daar komen we straks nog op. Ik ben zelf kaderhuisarts, hartvaatziekte en ik zit er vooral namens medisch natuurlijk. Verder de directeur van Zorgbrug, omdat daar gespecialiseerd verpleegkundigen werken, die zetten we ook in. En we hebben nu ook een triagiste van de HAP die meedoet. En uiteraard natuurlijk de mensen van het Groene Hart, van externe zorgrelaties, medisch specialist en ook de programmamanager van FIT. Ja, nou dat is een mooi compleet team. Ja, en heel erg leuk. Heel gezellig en heel gemotiveerd allemaal. Leuk, goed om te horen. Ja. Kun je wat vertellen over hoe de projecten tot stand komen? Ja, elk project begint met een idee. Tot nu toe vaak nog uit het ziekenhuis, maar het zou leuk zijn als er ook ideeën uit de eerste lijn komen. Dat idee wordt besproken. Voldoet het aan de criteria? Is het echt de juiste zorg op de juiste plaats? En dan hebben we een heel rijtje van, voldoet het ook aan bijvoorbeeld dat de patiënt er iets aan heeft? Het moet echt dat de kwaliteit van zorg beter wordt. Maar ook de werkdruk wordt nagekeken. Wordt de werkdruk niet te hoog voor de huisarts? Het werkplezier, blijft dat voldoende? En daarnaast natuurlijk ook wel naar de kosten. De kosten mogen in ieder geval niet stijgen, maar het zou mooi zijn als kosten dalen. Ja. Nou, daar moet het dan eigenlijk allemaal aan voldoen. Ja. En dan kijken we ook nog, wat is er nodig om het uit te voeren? Zijn er nog protocollen nodig? Is er nog scholing nodig? Moet de mogelijkheid tot teleconsultatie, hoort dat erbij bijvoorbeeld? Dus dat zijn allemaal dingen die dan bij de praktische uitwerking horen. Ja, nou, je noemde het net al even, hè, dat de werkdruk ook belangrijk is voor huisartsen en specialisten. Ja. Hoe zorgt de werkgroep ervoor dat die druk niet te hoog wordt? Nou, wij hebben natuurlijk het overzicht, dus de verschillende projecten bij elkaar kijken we op de lange termijn. Ja, is het niet zo dat er te veel druk bij de huisartsen komt? Ja. Maar we proberen ook in de huisartspraktijk vanuit medius te kijken of er meer tijd voor de patiënt kan komen. En meer tijd voor de patiënt betekent over het algemeen ook dat er minder verwijzingen komen. En daarvoor hebben we een project opgestart. Ja, dat klinkt interessant. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Ja, we gaan met een aantal praktijken starten dit jaar. Dat komt bij VGZ vandaan. Die hebben daar pilots mee gedraaid en die zijn best succesvol. Dat betekent dat er voor de patiënt een kwartier of een half uur is. Soms 5 minuten. En daarmee is er echt ruimte voor het gesprek met de patiënt. Wat is nou precies zijn wens? Wat is zijn angst? En waar is die het beste op zijn plek? En is ook heel veel tijd voor uitleg aan de patiënt. En dat voorkomt vaak verwijzingen. De doktersassistenten moeten natuurlijk leren om te zorgen dat dan de patiënt op die goede consulttijd komt. Ja. Maar daarnaast zijn er ook nog een aantal andere dingen die we dan doen. Bijvoorbeeld dat huisartsen onderling overleggen van, goh, ik wil deze patiënt verwijzen, zou jij dat ook doen? Dat ze hun verwijzing onderling vergelijken. Het medisch specialist moet echt goed bereikbaar zijn. Nou, dat is telefonisch al in het Groene Hart, maar met teleconsultatie wordt het natuurlijk ook nog weer sterk verbeterd. Ja. Er wordt echt ingezet op veel bellen. Dus patiënten die echt vaak bellen, vaak komen, dat we gaan kijken van wat is daar het achterliggende probleem en wat zouden we daar echt structureel aan kunnen doen. Dan heb je ook dat die minder vaak op het spreekuur komen. Nou, mooi project. Dan wil ik nog even terug naar netwerkzorg. Ik heb begrepen dat dat ingedeeld is in verschillende fases. Wil je daar eens wat meer over vertellen? Of kun je die fases toelichten? Ja, fase 1 is echt het makkelijk maken van eerste lijns diagnostiek voor de huisarts. Dus de huisarts kan diagnostiek laten doen zonder dat de patiënt op de poli hoeft te komen. Dat geeft meer ruimte op de poli. En teleconsultatie. Dus via zorgdomein kan de huisarts een vraag neerleggen bij de specialist met alle gegevens die nodig zijn. En de specialist heeft op een rustig moment tijd om die vraag goed te beantwoorden. Ja.
Dat is fase 1. Fase 2 is eigenlijk dat we een soort tussenlaag maken van gespecialiseerde verpleegkundigen, kaderhuisartsen tussen de eerste en de tweede lijn. Voorbeeld van gespecialiseerde verpleegkundigen is wat nu al veel gedaan wordt, is de wondverpleegkundige. Die werkt in de huisartspraktijk, maar ook bij de mensen thuis. We hoeven de patiënten niet naar het ziekenhuis. Dat is officieel geen project van netwerkzorg, maar dat is wel een mooi voorbeeld. Ja. Zo willen we ook wat meer bekendheid geven aan incontinentieverpleegkundigen. Die kan ook ingezet worden. Dus patiënten kunnen daarna verwezen worden, hoeven ze niet naar de specialist. Binnenkort komt dat heel uitgebreid op de website van Zorgbrug. Dan kunnen huizen daar ook zien hoe ze die verpleegkundigen kunnen inzetten. En vanuit de netwerkzorgwerkgroep willen we een hoofdpijnverpleegkundige in de eerste lijn inzetten. Zodat patiënten met hoofdpijn niet verwezen hoeven te worden, maar die kunnen echt begeleiding krijgen van die verpleegkundige. Mooi. En daarnaast is de kaderhuisarts, die we ook als die tussenlaag willen inzetten. En we beginnen met het project urogynecologie. Daar wordt ook nog wel wat meer over verteld. Maar we zouden dat heel graag willen uitbreiden naar andere kaderhuisartsen waar patiënten heen verwezen kunnen worden, zodat ze niet naar het ziekenhuis verwezen hoeven worden. Ja, en dat is allemaal nog fase 2? Dat is allemaal fase 2, ja, van die tussenlaag. Ja, ja. En fase 3? Ja, fase 3, ja, daar beginnen we nu nog heel klein mee. Dat is echt het verplaatsen van zorg, vooral vervolgzorg. En een van de eerste patiëntengroepen is celiakie. Als die 3 jaar stabiel zijn bij de MDL-arts, dan worden ze overgeplaatst naar de huisarts. Je wil dan voorkomen dat, het is maar een kleine patiëntengroep, maar je wil toch voorkomen dat er veel druk bij de huisarts komt. Dus we hebben daarbij de diëtisten gevraagd of die dan de controles willen doen. Ja. Mochten er dan afwijkingen zijn, dan kan de huisarts natuurlijk ingeroepen worden. En de huisarts kan de MDL-arts ook weer via teleconsultatie dan vragen als er problemen zijn. Ja, mooi. Ja. En de afgelopen tijd? Waar zijn jullie nou het meest mee bezig geweest? Ja, eigenlijk nog vooral met die eerste lijns diagnostiek en de teleconsultatie. Enkel armindex is een van de dingen die afgelopen jaar echt goed van de grond is gekomen. Heel vaak is het, als de uitkomst bekend is, is het niet meer nodig dat de patiënt naar de vaatchirurg gaat. En dat scheelt natuurlijk ruimte op de poli. En ook de thuisdiagnostiek van de OSAS, slaapproblematiek. Daar wordt eerst die diagnostiek gedaan. Heel vaak is het dan het is OSAS, dan kan er gericht verwezen worden. En als dat niet zo is, ja, dan kan de patiënt gewoon bij de huisarts blijven. Ja. Het zijn echt mooie voorbeelden. Ja, mooi. Nou, teleconsultatie, dat doen we natuurlijk al een tijdje. Zeker. Kun je daar nog iets over vertellen? Hoe ervaren jullie dat als huisartsen? Ja, het is natuurlijk heel mooi dat dat kan. En er zijn al heel veel mogelijkheden, heel veel vakgroepen doen eraan mee. Sommige vakgroepen worden echt veel vragen aangesteld, andere wat minder. Dus we willen echt proberen om dat te stimuleren. Het is voor de huisarts gewoon fijn omdat hij ervan leert en kan dat ook weer bij andere patiënten toepassen. We zijn nu in overleg met het Groene Hart en VGZ om te kijken of die teleconsultatie door de huisarts, of dat ook gefinancierd kan worden. Het is niet de enige reden dat je dat doet, maar dat is toch mooi dat je financiële compensatie daarvoor krijgt. Ja, dat snap ik. Nou, dat zijn al mooie resultaten tot nu toe. En er is in fase 1 ook nog genoeg te doen, zo te horen. Zeker. En we willen eigenlijk ook wel het graag horen als mensen ideeën hebben, specialisten ouderengeneeskunde of huisartsen. Als ze ideeën hebben over van dat zou nog een goede optie zijn voor bijvoorbeeld eerste lijnsdiagnostiek. Ja, dan moeten ze dat vooral eventjes bij ons melden of bij jullie. Ja, nou dat is meteen een mooi oproepje om mee af te sluiten. Hebben jullie ideeën voor eerste lijns of voor projecten in fase 1? Laat het ons weten of externe zorgrelaties of laat het medius weten. En dan wil ik jou bedanken voor dit gesprek, Tjarda. Heel graag gedaan.
Nou, dat was een interessant filmpje waarin een aantal netwerkzorgprojecten voorbij kwamen. Fase 1 werd uitgebreid genoemd. Naar fase 2, het verwijzen naar een gespecialiseerde huisarts of verpleegkundige, kwam ook al eventjes aan bod. En later er nu net bij mij 2 gespecialiseerde huisartsen aan tafel zitten. Kaderartsen, urogynecologie, Annemarie Sliedrecht en Pauline Vlug. Welkom, dames. Pauline, allereerst, zou je mij kunnen vertellen, hoe word je kaderarts? Jazeker. Een kaderhuisarts heeft een specifieke deskundigheid op een deelgebied van de huisartsgeneeskunde. En er zijn verschillende kaderopleidingen in Nederland, waaronder diabeteszorg, palliatieve zorg, ouderenzorg, bewegingsapparaat. En zo'n opleiding duurt 1,5 tot 2 jaar. En zoals gezegd hebben Annemarie en ik de kaderopleiding urogynecologie gedaan in Nijmegen van 2018 tot 2020. Oké, nou duidelijk. En kun je vertellen op welke manier jullie je gaan inzetten om de juiste zorg op de juiste plek te organiseren? Nou, wij willen graag een eerste lijns gynaecologie spreekuren starten. En het doel daarvan is om de eerste lijns zorgvragen op het gebied van gynaecologie die nu in het ziekenhuis belanden, om die toch in de eerste lijn te kunnen behandelen. Oké, en Annemarie, waar kwam dat idee vandaan? Ja, wij zijn in ons tweede jaar kregen wij als opdracht om een samenwerkingsproject te starten en om te netwerken in de regio. En wij waren geïnspireerd geraakt door een gynaecologie spreekuur in Oosterhout, wat toen al succesvol was opgestart. En vanuit daar zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden in Gouda waren. En in diezelfde periode, in 2019, was er een artsenavond, ook hier in het Groene Hart Ziekenhuis, over de zorg van de toekomst. En daarin deed Olivier Jacobs een motiverende oproep om samenwerkingsprojecten te starten. Dus daar zagen wij een ingang. En via Olivier ben ik met jou, of zijn we met jou in gesprek gekomen en zijn we dit verder gaan uitwerken. En dit project bleek heel goed te passen binnen de toekomstvisie van zowel het Groene Hart Ziekenhuis als Medis en VGZ. En nu zijn we aan heel eind. Ja, mooi. Ja, dat lijkt alweer lang geleden. Er is natuurlijk ook wel weer veel gebeurd in de tussentijd. Ook qua COVID, zeg maar, waardoor het soms eventjes stil lag. Maar de plannen zijn nu toch wel aardig rond aan het raken. Zeker. Voor welke zorgvragen kun je verwijzen naar het eerste lijns spreekuur? Ja, we willen heel breed mensen gaan zien, gericht op de benigne gynaecologie. En op deze dia's te zien wat voor klachten dat kunnen zijn. Dus dat kan om anticonceptieadvies gaan. Dat kan om spiraal- en implantonplaatsing gaan en het verwijderen daarvan. Vrouwen met prolapsklachten en stressincontinentie kunnen we zien om ook te kijken of een pessarium aangemeten kan worden. Allerlei menstruatieklachten, premenstruele klachten, seksuele dysfunctie, fluorklachten, vulvaire klachten, veel dermatologie is ook een onderdeel van de opleiding en SOA's. Dus heel breed. Ja, het is natuurlijk een eerste lijn spreekuur, dus huisartsen kunnen er naar verwijzen. Maar misschien voor sommige zorgvragen ook wel specialisten ouderengeneeskunde? Of valt dat daar buiten? Nee, dat kan zeker. Ik denk dat het dan met name om oudere dames met prolapsklachten kan gaan die voor een pessarium in aanmerking zouden kunnen komen. Maar die bijvoorbeeld niet meer geopereerd willen of kunnen worden. Dan zouden wij in eerste instantie daar ook wat voor kunnen betekenen. Okay. Ja, zeker. Oké, mooi. En ik wil nog even nog aan toevoegen dat we ernaar streven om niet een te lange follow-up te doen. Dus dat we streven naar 1 tot 3 consulten. En dat we de eigen huisarts ook wel echt betrokken houden bij het verloop. En ook bij het terugverwijzen dat ze ook weer zorg over kunnen nemen. En we staan er ook voor open dat huisartsen bij ons mee kunnen kijken. Bijvoorbeeld om hun eigen expertise op peil te houden. En dingen zelf te blijven doen. En we willen ook nascholing gaan verzorgen. Dus het is ook echt de bedoeling om de huisartsen in de regio op dit gebied te ondersteunen. Oké, ja. Mooi. Nou, goede toevoeging nog. Ik heb begrepen dat jullie goede contact hebben met de gynaecologen. Op welke manier werken zij aan dit spreekuur mee? Ja, nou, zij zijn natuurlijk de eerste met wie we om tafel zijn gaan zitten, omdat het een voorwaarde is dat we hun steun hebben en dat we daarin samenwerken. En dat is vanaf het begin een heel fijn contact geweest en nog steeds. Dus zij denken daarin mee en zij zien ook echt meerwaarde van eerste lijns klachten zoveel mogelijk in eerste lijn te houden. En zelf minder wachttijd en meer tijd voor complexe zorg te hebben. Ja. Dus
is een win-win situatie. Oké, mooi. Ik zie dat er ondertussen ook al een vraag is binnengekomen. Dus dat is mooi. En het gaat over, gaat zo'n consult van het eigen risico van de patiënt af? Nee, daar komt Paulien zo meteen op terug. Oké. Nee, het blijft echt eerste lijn zorg. Ja. Hartstikke goed. Paulien, als je die huisarts, als je als huisarts zijn of als specialist oudergeneeskunde die zorg zelf kunt bieden, is het dan ook de bedoeling om naar jullie te verwijzen? Nee, het is goed dat je dat aanhaalt. Want het is natuurlijk absoluut niet onze intentie om de eerste lijns gynaecologie bij de eigen huisarts weg te halen. Je moet ons echt zien als een aanvulling. En ik denk dat alle huisartsen wel herkennen dat je met sommige klachten wat minder hebt. En dat je er soms niet uitkomt met je eigen patiënt. En dat kan zijn omdat je geen spirale plaatst bij een nullipara. Of omdat je geen ervaring hebt met implanons inbrengen. Of omdat je niet meer zo goed weet wat je nou het beste kan doen als de standaardpil niet bevalt. Of omdat je geen pessarium passet hebt en je niet bekwaam voelt om een pessarium aan te meten. Nou, in dat geval is het juist heel fijn dat mensen dan naar ons kunnen verwijzen. Ja, en net als wat Annemarie zei, we willen graag juist onze kennis en kunde ook delen met de huisartsen. Zodat ze zoveel mogelijk zelf kunnen doen. Maar als dat niet lukt, dat wij er zijn. Ja, in plaats van naar het ziekenhuis te verwijzen. Ja, zeker. En wat is het voordeel voor de patiënt? Niet onbelangrijk. Ja, nou, er zijn een aantal voordelen. En de eerste denk ik dat wij in een eerste lijnsetting werken. En dat is natuurlijk laagdrempelig voor de patiënt. Hè. Een ziekenhuis is toch iets meer beladen. En een tweede voordeel is dat wij als kaderhuisartsen heel veel affiniteit hebben met dit onderwerp. Wij vinden dit leuk. Mm-hmm. En we hebben ook wat meer tijd en expertise. En het laatste voordeel is inderdaad die vergoeding. Want voor een consult bij de kaderhuisarts wordt niet het eigen risico aangesproken. Dus dat is ook een groot voordeel, denken wij. Ja, dus zorg dicht bij huis en goedkoper. Dat is hartstikke goed. Annemarie, verwijs je dan ook via zorgdomein naar jullie toe? Ja. Gaat dat? Ja, als het goed is, is hier een dia in beeld. Dus er kan via zorgdomein verwezen worden. En wij zullen dan in het huisartseninformatiesysteem van Medicom registreren als de patiënt ook via Medicom wordt verwezen. Zodat de huisarts dat gelijk in kan zien. De afspraak wordt via media is overigens ook gemaakt. Dat is nog een tussenstap via mail of telefonisch. Als de verwijzende huisarts niet met Medicom werkt, dan zullen we via zorgdomein een mogelijkheid hebben om een verslaglegging terug te sturen. En dan zal de huisarts dit zelf moeten verwerken in het systeem. Oké. Ja. Nou, helder. En even gewoon heel praktisch. Wanneer start het spreker? Hoe vaak houden jullie de spreker? Waar is de spreker? Ja, we zijn nog in de laatste fase van het overleg. Dus het is nog dat laatste stukje wordt nog concreet. Maar wij willen binnen nu en 3 maanden gaan starten. 1 dag in de week gaan wij om en om spreker doen. We zullen beginnen met een ochtend om te kijken hoe het loopt. En kunnen uitbreiden naar een dag. En op dit moment zijn we met Gezondheidscentrum Korte Akkeren in gesprek waar er ruimte beschikbaar is. Dus dat, daar zijn we heel enthousiast over. Oké. En die startdatum die is dus afhankelijk van overleg wat nog met VGZ is. Met VGZ. Ja. Okay. En, maar dat ziet er positief uit. Dus. Oké, mooi. Er komen al wat vragen binnen, dus dat is mooi. Annette Liefse die vraagt, maken jullie ook gynaecologische echo's? Annemarie? Nee, dat doen wij nog niet. Dat kunnen we, daar zijn wij op dit moment niet voor gecertificeerd. Maar dat is zeker iets wat in de toekomst wel een mogelijkheid is. Ja. Maar op dit moment focussen we ons op het starten van de spreekuur. Ja. Oké. Valerie Nieuwe die zegt, mooi initiatief. Is dit extra werk naast de huisartsenpraktijk? Lijkt me wel lastig met een reeds hoge werkdruk. Nou, Pauline, reactie daarop? Ja, dit is naast, want we zijn natuurlijk ook allebei huisarts. En dit is iets wat wij leuk vinden. Dus dit doen we dan op een andere dag. Ja. Oké. Helder. Even kijken hoor. Pauline, je had ook een casus meegenomen om te presenteren. Dan krijgen we een beetje een indruk van een zorgpad. Jullie zien het als het goed is in beeld. Mevrouw Ade Lange, die is 66 jaar. En zij is Gravida 3, para 3. En zij heeft sinds enige maanden klachten van een balgevoel in de vagina. Ze heeft ook daarbij last van stressincontinentie. En zij komt natuurlijk als eerste bij haar eigen huisarts. Die doet lichamelijk onderzoek. En dan vindt hij een voorwandverzakking, graad 2. En verwijst de patiënten naar de bekkenbodemfysiotherapeut. Nou, dan wordt zij na 12 weken weer terugverwezen. Want er is onvoldoende verbetering op de klachten van het balgevoel in de
in de vagina. En de huisarts plaatst zelf geen pessaria, dus die zit dan te twijfelen, wat kan ik doen? Die kan naar de gynaecoloog verwijzen of naar de kaderhuisarts, want die heeft vastgekeken naar dit spreekuur vandaag, dit filmpje. En besluit om te verwijzen naar de kaderhuisarts. Nou, dan komt de patiënt bij ons en dan zouden wij een voorwandverzakking inderdaad kunnen vinden van graad 2. En dan kunnen we op proef een pessarium plaatsen. Maat 64 bijvoorbeeld, zonder support. En een plaatje zie je ook staan. En dan zien wij de patiënt na 2 weken terug. Vragen hoe het gaat. Controleren we het ook, hoe die zit. En dan adviseren we ook de patiënt om zelfmanagement toe te passen. Om zelf de ringen te verwisselen als dat lukt. En dan verwijzen we de patiënt weer terug naar de huisarts met instructies om jaarlijks op controle te komen. En ook advies wat te doen bij welke klachten. Oké, en dan jaarlijks op controle bij de eigen huisarts? Ja, bij de eigen huisarts. Ja. Oké, nou, ik denk een duidelijk voorbeeld waarin jullie rol ook duidelijk wordt. Nou, ik zie al dat er wat vragen binnenkomen. Dat is hartstikke mooi. Blijf dat vooral jullie vragen sturen. Intussen heb ik nog een verrassing voor jullie. Want er is iemand die iets tegen jullie willen zeggen. Kun je daar kijken? Oh. Beste Pauline en Annemarie, hier Pascal Kolk. Het is bijna zover. Jullie spreekuur gaat bijna van start na een gedegen voorbereiding. Namens alle gynaecologen wil ik zeggen dat we heel blij zijn met de opzet van het spreekuur. En dat we ook heel blij zijn met jullie specialistische kennis. En we hopen dan ook dat met jullie inzet en een stukje van ons een deel van de laagcomplexe zorg buiten het ziekenhuis te houden. We weten dat in veel van de regio's waar dit al uitgerold is, 40% van de verwijzingen verminderd zijn. En dat ook de patiënttevredenheid enorm hoog is. Nou, wij willen dat natuurlijk ook graag in onze regio terugzien. En ik ben er enorm van overtuigd dat dat gaat lukken met jullie inzet. We zijn natuurlijk nog steeds laagdrempelig benaderbaar. En dat wil zeggen, we doen het project samen. En als er wat is, zijn we voor jullie bereikbaar. Ik wil jullie heel veel sterkte wensen, heel veel succes en we gaan elkaar zeker tegenkomen. Dat is ontzettend leuk. Ja, heel leuk. Dat is echt leuk. Ja. Ja. En wilde heel veel sterkte wensen, maar ik denk dat jullie ook heel veel plezier willen wensen. Maar leuk dat ze zo meeleven. Nou ja, dit tekent wel de samenwerking vanaf het begin af aan. Dus dat is heel steunend. Ja. Nou, leuk. Pascal Kolk, zoals gezegd, gynaecoloog en sinds 1 januari ook medisch leider geworden bij de gynaecologie. Ik kijk eventjes naar de vragen die binnen zijn gekomen. Ik heb hier een vraag van Madeleine Winkler. En zij vraagt, wat is het verschil met een seksuoloog bij klachten rondom seks? Ja, die is natuurlijk echt helemaal op dat gebied gespecialiseerd. En zal denk ik ook wat meer de psychologische kant en de cognitieve kant benaderen. Ik denk dat het voor ons dan in eerste instantie meer ook een analyse van klachten zal zijn. En een inschatting zal zijn van ja, wat kunnen wij adviseren. Maar dat wij zeker ook zelf nog steeds heel veel doorverwijzen naar seksuologen. En dat we vooral ook in die samenwerking ook met andere paramedici nog wat sterker in het netwerk zitten. En misschien zelf nog wat verder komen. Maar die expertise ligt daar zeker nog wel wat verder als ik voor mezelf spreek, Paulien. Nee, ik sluit me aan. Ja. Oké, helder. Ik zie op dit moment eventjes geen vragen binnenkomen. Jullie blijven wel gezellig bij mij aan tafel zitten als we het onderdeel onderling verwijzen eigenlijk wat verder uitdiepen. Want zo'n eerste lijn spreker gynaecologie, dat is een mooi voorbeeld van de inzet van gespecialiseerde kennis in de eerste lijn om verwijzingen naar het ziekenhuis te voorkomen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat andere kaderartsen of gespecialiseerd verpleegkundigen wellicht een spreker in de eerste lijn gaan draaien. Kaderartsen die zijn natuurlijk al opgeleid, maar het ziekenhuis is ook zeker wel bereid om huisartsen zelf op te leiden om die gespecialiseerde kennis in te zetten. En we zijn eigenlijk heel erg benieuwd hoe de online deelnemers aankijken tegen de inzet van zo'n gespecialiseerde huisarts of gespecialiseerd verpleegkundige in de eerste lijn. Zoals ik het wel eens omschrijf, het inzet van een soort van tussenlaag tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis. Dus we willen heel graag een poll starten.
En de vraag is dus, wat vind je van onderling verwijzen naar een kaderarts of gespecialiseerd verpleegkundige in plaats van het verwijzen naar het ziekenhuis? 1. Ik ben enthousiast. 2. Ik twijfel. Of 3. Ik ben hier geen voorstander van. En deze vraag kan dus door alle artsen beantwoord worden, ook door medisch specialisten. Ik ben heel erg benieuwd naar de cijfers. Maar duurt altijd eventjes voordat die binnenkomen. Annemarie, kun jij in de tussentijd misschien nog een voorbeeld geven van onderling verwijzen? Want dat gebeurt natuurlijk af en toe al wel. Ja, voorbeelden zijn de vasectomieën. Daarvan is in Gouda collega huisarts Ibema die dat doet. En Martijn Daniels in Bodegraven die vanuit het GHZ daarvoor is opgeleid. Nathalie van Amsterdam is een ander voorbeeld. Zij doet chirurgische ingrepen en ook cosmetische ingrepen in gezondheidscentrum Goverwelle. Daar kan heen verwezen worden. En in Zoetermeer is een voorbeeld spreken van een kaderhuisarts bewegingsapparaat. Die een samenwerking hebben met de orthopeden. Wat deels vergelijkbaar is en ook voor ons een inspiratiebron is geweest. Voor een dergelijk spreekuur. Ja. Oké, dus het vindt al wel plaats, dat onderling verwijzen. Wat wij wel nog zien is dat het op relatief kleine schaal is. Want we zien toch nog wel dat bijvoorbeeld voor kleine verrichtingen of vasectomieën toch nog heel veel verwijzingen onze kant op komen. Maar wel goed om te zien dat dat al wel op kleine schaal gebeurt. En straks misschien wel op grote schaal voor jullie project. Ik zie inmiddels de uitslag binnen. 85% is enthousiast over dit concept. Ja, dat dus is kijk, een goede start. Dat is een goede start. Ja. Annemarie, jij noemde net al het voorbeeld vasectomie. Hè? De chirurgen van het GHZ die hebben een van de huisartsen uit onze regio ook opgeleid om zo'n vasectomie uit te kunnen voeren voor patiënten uit zijn eigen praktijk, maar ook patiënten uit het dorp van zijn praktijk. Stad, weet ik eigenlijk niet. Soms beledig je daar mensen mee. Bodegraven, bedoel ik. maar die chirurgen zien ook kansen om huisartsen op te leiden op het gebied van kleine verrichtingen. En dan bijvoorbeeld 1 iemand per huisartsencoöperatie. Maar er zijn ook al best wel veel mensen die natuurlijk zelf al kleine verrichtingen doen. Dus ook dit willen we gewoon heel graag even toetsen. Van hoe staan mensen daarin? Zouden mensen een opleiding willen volgen? En dat wilden we graag toetsen via een poll. En dan is het wel de bedoeling dat medisch specialisten even geen antwoord geven op deze vraag. Maar het is denk ik wel interessant om te zien voor hen wat er uitkomt. En het gaat dus over of je de opleiding kleine verrichtingen zou willen volgen. Ik lees toch eventjes de antwoordmogelijkheden voor. A, ik zou de opleiding wel willen volgen en patiënten van andere praktijken willen ontvangen. Want dat is natuurlijk wel ook een belangrijk element daarin. Ik zou de opleiding wel willen volgen, maar geen patiënten van andere praktijken willen ontvangen. C, ik ben al bekwaam genoeg. Ik behandel alleen mijn eigen patiënten. Ik ben al bekwaam genoeg en ik zou mogelijk patiënten van andere praktijken willen ontvangen. Kan natuurlijk ook. Of E, ik blijf doorverwijzen naar de medisch specialist in plaats van naar een gespecialiseerde huisarts. Best wel uitgebreide antwoordmogelijkheden. En ik moet zeggen, dit is voor de coronacrisis al een keertje eerder uitgevraagd aan de huisartsen. Maar toen hebben we niet heel specifiek gevraagd of er bereidheid was om ook patiënten van anderen te ontvangen. Vandaar dat we dit nog een keertje toetsen. Even benieuwd naar de antwoorden die binnenkomen. Ik kan het niet zo heel goed lezen vanaf hier. Misschien kan iemand iets in mijn oortje schreeuwen. Even kijken hoor. Ik zie met name een meerderheid bij B en C. Dus mensen die wel de opleiding zouden willen volgen, maar geen patiënt van anderen willen ontvangen. En even kijken. C. De laptop. Ik zie niks op mijn laptop. Soms laat de techniek je gewoon eventjes in de steek. En dat mag best. Het is alleen even de vraag hoe je dit op gaat lossen. Ja, ik zie nu wat in beeld komen. Oh, kijk eens aan. Nog extra hulplijn hier. C,
16%. Ik zou de opleiding wel willen volgen en patiënten van andere praktijken willen ontvangen. 35%. Ik zou de opleiding wel willen volgen, maar geen patiënt van andere praktijken willen ontvangen. Ik ben al bekwaam genoeg. En ik behandel alleen mijn eigen patiënten. 30%, toch ook wel een groot aandeel. Anderen zeggen, ik ben al bekwaam genoeg en ik zou mogelijk patiënten van andere praktijk willen ontvangen. Oké, ik zie hier dus nu nog niet echt een enorme ruime meerderheid om andere patiënten te ontvangen. Dus dat is toch wel even een goed aandachtspunt die we hier zo meekrijgen. Even kijken. Nou, en zo leeft er eigenlijk, gaan toch even door naar de volgende poll. Zo leeft er ook een idee bij de orthopeden en een huisarts met een orthopedieopleiding om huisartsen op te leiden om bijvoorbeeld een eerste lijns heup- en knieartrose spreker te starten. Bijvoorbeeld het doorlopen van het stepped care model, het zetten van injecties, et cetera. Dat zijn toch... dat zou zeg maar onderdeel zijn van dat eerste lijn spreekuur. En daar zouden we ook graag een poll over starten. Want we zien deze patiëntencategorie toch ook best wel in een heel vroeg stadium in het ziekenhuis belanden. Terwijl alle mogelijkheden in die eerste lijn dan nog niet helemaal benut zijn. Dus een poll willen we daarvoor inzetten. En dat gaat over, over dat gespecialiseerde spreekuur voor heup- en knieartrose. En de antwoordmogelijkheden die komen nu dan in beeld als het goed is. Yes. Nou, het gaat weer of je de opleiding wel wil volgen en patiënten van anderen zou willen ontvangen of niet. Of je jezelf al bekwaam genoeg vindt. Of dat je gewoon blijft doorverwijzen naar de medisch specialist in alle gevallen. En dan ben ik wel benieuwd of dat een vergelijkbaar resultaat geeft. Of dat dat dan toch nog per opleiding zou verschillen. Nu bestaat er al wel een kaderarts, de kaderopleiding bewegingsapparaten. Jullie noemden het net ook al eventjes. Alleen we hebben gekeken, er zijn geen kaderartsen actief in onze regio. Dus die zouden we daar niet voor in kunnen zetten. Dus we zouden dan echt zelf moeten gaan opleiden. Even kijken of we inmiddels, mits daar natuurlijk wel belangstelling voor is, hè? Ja. Even kijken, de antwoorden die druppelen nog eventjes binnen. Ik zie toch een beetje een vergelijkbaar beeld als ik heel snel kijk als antwoord op de vorige vraag. Die nu uit mijn beeld verdwijnt. Zo. Er zijn toch een aantal mensen die bij elkaar opgeteld de opleiding zouden willen volgen. Maar niet iedereen is bereid om patiënten uit andere praktijken te ontvangen. 21% wel, 38% niet. Sommige mensen die vinden zichzelf al wel gewoon bekwaam genoeg. Anderen zeggen ik ben bekwaam genoeg. En ik zou mogelijk patiënt van andere praktijk willen ontvangen. Is toch wel laag 2%. Dus nou, dat is nog wel eventjes iets waar we dat concept moeten we toch nog wel eventjes goed gaan uitdenken. Maar toch, voor het eerste lijn gynaecologie spreekuur gaat gewoon van start. En in eerste instantie was er wel vol enthousiasme voor het concept, maar misschien nu we deze specifieke voorbeelden erbij pakken, zijn deze wat minder geschikt. Daar zullen we nog eens analyse op loslaten. Even kijken hoor. Nog een laatste open vraag en die kunnen jullie gewoon je antwoorden geven in de chat of anders op een later moment als je niet snel een voorbeeld kunt vinden. Zien jullie nog andere kansen om gespecialiseerde huisartsen of verpleegkundigen in te zetten? Ik kan me voorstellen dus nogmaals dat je niet direct een idee hebt, maar heb je die wel, gooi die alsjeblieft in de chat. En anders horen we dat graag terug op het evaluatieformulier. Annemarie en Paulina, alvast bedankt voor jullie inzet tot dusver. Ik ben wel even heel benieuwd of er vragen nog zijn binnengekomen. Ik zie wel het een en ander binnenkomen. Oh, ik zie ook iemand die wil zichzelf even promoten. Nou ja, weet je, laten we dat dan gewoon maar even doen. Deborah Geleentse. Ik zou de kaderhuisarts bewegingsapparaat opleiding willen volgen. Ook omdat ik bewegingswetenschapster ben om mezelf een beetje te promoten. Deborah, bij deze, dat heb je gedaan.
Even kijken hoor, ik zie nog een vraag hierbovenin staan. Oh, dat is nog wel een interessante vraag van Wendy van der Deur. En dat gaat denk ik heel specifiek over jullie spreekuur. Kunnen wij vanuit het ziekenhuis ook naar jullie doorverwijzen? Vanuit de tweede lijn naar jullie? Nou, op dit moment hebben we vanuit met de gynaecoloog hebben we het erover gehad van wat zijn de opties? Dat zij in ieder geval nu met de teleconsultatie wel de mogelijkheid hebben om dat is dan weer aan huisarts het advies te geven van dat zou naar een kaderhuisarts kunnen, maar dan gaat het alsnog via de huisarts. In principe zou dat moeten kunnen. Ik denk dat misschien de specialisten niet zo heel goed weten of de eigen huisarts de zorg zelf kan bieden. Dus daar zou ik wel een beetje voorzichtig mee zijn. Want wij willen natuurlijk niet de eigen huisartsen voor het hoofd stoten. Ja. Wij zijn echt extra. Ja, ja. Dat is misschien wel goed om in de gaten te houden. Eigenlijk is die verwijsmogelijkheid, die route nog niet helemaal ingericht. En misschien dat er, als er toch dan behoefte aan blijkt, dat we dat kunnen gaan inrichten. Maar inderdaad, laten we eens kijken hoe het gaat lopen en eerst eens eventjes starten. Ja. Maar wel een goed punt om mee te nemen. Ja. Nou, de primaire route is inderdaad in de eerste lijn houden vanuit de eerste lijn. Dat is hoe we het nu hebben bedacht. Ja. Even kijken hoor. Annette Lievesen die zegt nog, ik hoor hier hele mooie initiatieven binnen diverse vakgebieden. Bestaat er een overzicht van alle mogelijkheden? En ik denk dat er gedoeld wordt op een overzicht van alle netwerkzorgprojecten die er zijn. Nou, dat is nog niet echt zo heel mooi zo onder op een rijtje gezet. Maar dat is misschien wel een goed idee om dat overzichtje gewoon eens ergens op de website te plaatsen en daar eens een keer naartoe te linken. Dus Annette, dankjewel voor de tip. Dat gaan we eens even regelen. Mocht ze de kaderopleidingen bedoelen, dan is daar ook een website van. Maar dat bedoelt ze denk ik niet. Maar dan zie je alle opleidingen voor de kaderhuisarts. Okay. Ja. Nou, mocht ik die vraag dan verkeerd geïnterpreteerd hebben, dan zou dat nog kunnen. Even kijken hoor. Simon Saretto die vraagt, zijn er al huisartsen in de regio die zich in andere gebieden specialiseren of zijn gespecialiseerd? Die zijn er wel. Ja. Ja, er is een kaderhuisarts diabetes. Er zijn, dat ik weet, een aantal kaderhuisartsen ouderenzorg. En er zijn er een aantal nog die ik denk ik niet ken. Maar astma COPD. Zeker, ja. Zeker. Palliatieve zorg. Ik had pas een consultatievraag over een palliatief patiënt. Kreeg ik ook een kaderhuisarts aan de lijn. Ja, dat is dan extra leuk. Ja, leuk. Ja, dus het is echt wel in... Er is al wel gespecialiseerde kennis in de regio. Wordt denk ik alleen nog niet ingezet echt in de vorm van dat die mensen dan een spreker houden waar zij patiënten zien. Maar ze adviseren wel collega-huisartsen op die vakgebieden. Ja. Dus meer consultatief. Ja. Ja. Of scholingen geven. Scholingen, ja. Ja. Oké. Even kijken hoor. Ik zie nog een vraag van Ron Onsenk, een van onze orthopeden. Die geeft aan van ja, een anderhalve lijn consult, dus bijvoorbeeld een gecombineerd spreekuur met huisarts en specialist, zou wellicht ook nog een optie kunnen zijn. Goed dat hij dat eventjes noemt, denk ik. Dat is zeker iets wat we in overweging mee kunnen nemen. Wat ik nu niet even zo breed kan toetsen, zeg maar misschien op een ander moment. Nou, en dat waren volgens mij wel de vragen. Dan zijn we daar doorheen. Ik had jullie net al bedankt, maar ik ga het gewoon nog een keertje doen. Annemarie en Pauline, bedankt voor jullie input. Bedankt voor de mogelijkheid. Ook namens mij heel veel succes natuurlijk met jullie mooie eerste lijns gynaecologie spreekuur. Dankjewel. Dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze online artsenavond. En voordat we afsluiten wil ik graag nog twee zaken herhalen. Ten eerste... het evaluatieformulier willen jullie alsjeblieft na afloop van deze scholing invullen en naar ons toesturen, want jullie feedback is van harte welkom. En het is heel erg belangrijk ten tweede dus dat jullie de posttoets maken, zodat we de accreditatiepunten kunnen toekennen. Dus vergeet dat niet, deze formulieren die komen dus deze week ergens per mail jullie kant op. Dan wil ik natuurlijk de kijkers bedanken voor jullie online aanwezigheid. En ik wil toch nog heel eventjes kort terugblikken op de avond. Dus wil jullie alsjeblieft even laten weten in de chat. Dan roepen we dat nog eventjes op. Wat jullie van deze avond vonden. Welke onderwerpen vonden jullie het leukst?
Laat dat eventjes weten. En ik vind het ook nog maar weer eventjes leuk om alle deelnemers zo hier in beeld te hebben. Dus misschien willen jullie even zwaaien. Even laten weten dat jullie niet in slaap zijn gevallen zo. Van op de bank. Kijk, heel veel wakkere gezichten hoor. Dus dat is hartstikke leuk. Dan komen er via de chat wat comments binnen. Ben ik echt even heel benieuwd naar. Mooie avond, de opkomst zegt genoeg. Ja, ik heb begrepen dat er heel veel mensen ingelogd waren, boven de 100. Dus dat is een heel mooi aantal. Hartstikke mooi. Inspirerende avond. Leuk onderdeel, de Urogyn kaderhuisartsen. Leuk, boeiend. Mooi verhaal van dokter Juriaan. Kijk, dat is hartstikke goed. Dat was het. Staat hier bij mij in beeld. Positief. Hartstikke leuke, positieve reacties. Dan wil ik namens mijn collega Kitty Schuurbeers en Anne Marten iedereen bedanken. Iedereen online dus, die ingelogd was. Alle sprekers voor de input en de kennis. Dank aan dokter Juriaan voor de handvatten die hij ons heeft gegeven. En wellicht de inspiratie die hij bij een aantal heeft gebracht. En tenslotte de mensen achter de schermen. Sven en Henry van Op Beeld. Zonder jullie was het helemaal niet gelukt deze avond. Dus hartelijk dank. En ik zie jullie graag een andere keer weer online. Dank jullie wel.